Dit is kasteel Grenier, gelegen in het centrum van Gaveren. Weinig klossen hebben een mooier decor als deze veldrit. Alleen al door de locatie, maar ook door de crossgeschiedenis die hier geschreven is, is Gaveren de veldritklassieker van het seizoen. Een heel goede namiddag, dames en heren, vanuit Gaveren. Opnieuw zijn er duizenden mensen naar dit parcours afgezakt. En ze hebben natuurlijk meer dan gelijk, want hier valt zeker wat te beleven deze namiddag. Hier valt altijd wat te beleven. Het is ook een uniek moment, want we zitten hier op militair domein en maar één keer per jaar kan het publiek en kunnen de crossers hier op dit domein binnen. Deze site die maakt eigenlijk deel uit van het Air Traffic Control Center van Semmerzaken. Dat is ook een deelgemeente van Gaveren. En deze eenheid van de luchtmacht die is verantwoordelijk voor de verkeersleiding van het militaire luchtverkeer in het Belgische luchtruim. En ook voor de coördinatie met de gewone burgerluchtvaart. Hier in Gaveren is ook de school voor de militaire luchtverkeersleiders ondergebracht. En dat kasteel, ja, dat hoort er gewoon bij. En we gaan hier gewoon crossen natuurlijk vandaag. We gaan hier gewoon crossen. En wat gaan we hier doen? Wel, we gaan kijken wat hier te gebeuren valt. En ik heb daarvoor een speciale mens naast mij. Zit iemand met heel veel ervaring, Mark Janssens. Twee keer tweede geëindigd hier. Voor zover ik me herinner, is hier aan het parcours amper iets veranderd. Ja, de vraag is ook, moet er iets veranderen aan dat parcours? Hè? Het is spectaculair, het hangt vooral af ook van het weer, elk parcours natuurlijk, maar hier echt wel speciaal. Het is heel zwaar. De renners komen graag naar hier om te winnen, maar het is heel, heel moeilijk om hier te winnen. Ja. Ik heb het zelf ervaren. Ja. Vorig jaar was Kevin Pauwels hier de beste. Die won zijn eerste en ook zijn enige tot dusver superprestige wedstrijd. Zit dat er opnieuw in? Ik denk als we een goede Pauwels hebben, dat hij een overal kan winnen. Die heeft dat verleden jaar bewezen. Maar ja, Pauwels is misschien nog niet echt heel of top, 100% top. En heeft vandaag weer drie zware tegenstanders. En dat is Nijs, Albert en het Slijk, denk ik. Ja, hoe zit het met het Slijk? Wel, we kunnen dat beter eens gewoon naar het parcours kijken. En hoe kunnen we beter naar dat parcours kijken door eens te zien naar de wedstrijden die al eerder op de dag gereden zijn. En laat ons beginnen met de juniores. Bij de juniores is het uitkijken vooral, ja, Mathieu van der Poel. Hoe lang gaat die mens wegblijven? Dus hoe lang zal het duren voor hij weg is? Wel, hier al meteen in de afdaling heeft hij al een kleine voorsprong op Quinten Hermans. En daar is dan Martijn Budding. En nog een paar andere. Yannick Peters zit daar ook. Heel gevaarlijk. En dan, kijk eens, halfweg ronde 1. En hij is helemaal weg. Hij heeft al 11 wedstrijden op 11 gewonnen dit jaar. Quinten Hermans, die rijdt nogal dikwijls voor plaats 2. Wel, hier zijn Budding en Yannick Peters. En Van der Poel, die ploegt maar rustig verder. Die 30 seconden voorsprong worden een minuut, anderhalve minuut, minuut 45. Een zee van tijd heeft Mathieu van der Poel. 12 op 12. En we zijn nog niet aan het einde van het scenario Mathieu van der Poel. Voor de volledigheid, Quinten Hermans werd tweede en Martijn Budding werd derde. Laat ons dan eens kijken hoe de beloften het ervan afgebracht hebben. Hier zijn ze met Mike Teunissen aan de leiding. Groot pak. En er wordt er al wat geschoven daar in de achtergrond. En dan gaan ze daar al liggen onder de draad. Teunissen op kop. Godry in het spoor. Het is echt een beetje balanceren. Gevaarlijk parcours. En ja, als er één gaat liggen, oop, dat is Jens van de Kinderen die daar bij de hals gegrepen wordt door een paar andere renners ook nog. Het is echt moeilijk om recht te blijven. Mike Teunissen hier aan de leiding. Teunissen, dat is de winnaar van Ruddervoorde. Godry zien we daar in tweede positie. Corné van Kessel. Dan zien we David van der Poel. En nog een paar man van Rabobank. Afdaling hier. 4-5 renners van Rabobank. Michiel van der Heijden zit daar ook. En waar zit Wietse Bosmans, de kampioen van België? Die is voorlopig nog niet te zien. Heel slechte start van de kampioen van België. Die is niet de eerste keer dit jaar hier gezien. Zowat rond de 20e positie. Teunissen dan, Van Kessel, Godry, 3 Nederlanders. En een vierde, Michiel van der Heijden. 4 Nederlanders op kop. Dan zien we daar ook nog Karel Nik. Dat is een Tsjech. Waar zijn de Belgen? Hier bijvoorbeeld Jens Adams. En daar in tweede positie zien we ook Wout van Aert van Telenet Fidea. Hij komt langzaam naar voren. Hup, en daar gaat dan een van de Nederlanders liggen. Oelalala, het is moeilijk. Het is, daar is Tango 3 en hier blijven ze schuiven. Karel Nik tegen de grond.
Balanceren en hier profiteert deze man een beetje van Wout van Aert om weg te rijden. Van wie? Wie is er nog overgebleven? Michiel van der Heijden. Want Teunissen was daar gevallen, Godrie was gevallen. Ze schakelen zichzelf uit, die Nederlanders. En Teunissen, voor hem is het een slechte zaak, want hij is leider in de superprestigestand. Hij zal ook nog zijn derailleur breken en pas als ongeveer 20ste over de streep komen. Geen enkel punt pakt hij. Hier Wout van Aert aan de leiding. Kijk eens hoe baggerig het is hier in de klei. Maar veel respect, groot wat hij hier doet. Eerstejaarsbelofte en dan zo'n sterk nummer hier zetten. Hij vergroot elke ronde van zijn voorsprong en het wordt moeilijk om hem van de zege te houden. Jens Adams, daar zijn de Belgen dan toch dus, gaat naar de tweede plaats rijden. Hij is voorbij Michiel van der Heijden gegaan. Daar in vierde stek herkennen we nog Corné van Kessel. Maar vooraan geen probleem voor Wout van Aert, of toch wel bijna een probleem. Hij blijft hier rechts. Maar uiteindelijk valt iedereen wel hoor. En hier is hij dan. Hij won in Zonhoven al in het zand. Nu in de modder. En nog eens, eerstejaarsbelofte. Heel straf nummer. Tweede plaats is voor Jens Adams. En Corné van Kessel pakt de derde plaats voor Van der Heijden, Gianni Vermeers en Tim Merlier. Ik ga gewoon goed dit jaar. En doe elke wedstrijd mijn best. En het blijft goed lukken. Dus meer kan ik niet verwachten. Ik ben gewoon heel blij hoe dat gaat en ik had helemaal ook niet verwacht dat ik dit allemaal kon, maar des te beter natuurlijk. Zowat iedereen is tegen de grond gegaan? Jij ook? Jij niet? Ik dacht niet te moeten doen, maar de laatste ronde ben ik toch een keertje gevallen. Maar het is gewoon een enorm glad parcours en het was gewoon moeilijk om u recht te houden. En ik denk dat bij iedereen wel eens een foutje inslaat, maar het is gewoon niet anders mogelijk. Iedereen gaat hier fouten maken vandaag. Graag gedaan. En Wout van Aert is meteen ook de nieuwe leider in de stand om de superprestige. Heeft 52 punten. Dat is net evenveel als Jens Adams. En Mike Teunissen, die heeft er maar 38. Heeft dus geen enkel punt gepakt. Er wordt hier lekker gegeten op het parcours. Lekker gezond, misschien niet altijd. Maar zo'n hamburger, dat smaakt zeker en vast bij deze temperaturen. De vrouwen, die hebben ook gereden. Laten we ons daar eens naar kijken. Het zijn de Rabobankvrouwen, Sabrina Stoeltjens en Sanne van Paasen, die hier het heft in handen nemen met Sanne Kant. Die reed daar in derde positie. En dan een pakje Telenet Fidea renners. En één daarvan, van die Telenet Fidea vrouwen, is Nieke Herris. Die komt bij die Rabobankvrouwen en ze gaat er vandoor. Ze is de Europese kampioene, ze heeft er echt wel zin in. Ze forceert de boel eigenlijk in ronde 2 op die loodzware helling naar het kasteel Grenier. Van Paasen probeert er naartoe te gaan en ook Kant geeft het helemaal niet op. Maar Harris, die is sterk. Kijk eens hoe zij in tegenstelling tot de gedubbelde renners zo vlotjes naar beneden rijdt in die gevaarlijke afdaling. Zien hoe Sanne Kant dat doet, dat gaat ook vlot, maar toch al op 20 seconden. Ook Van Paasen volgde daar nog en de boer in de buurt van Sanne Kant. Maar Nieke Herries, die kent geen terugval en ze pakt vrij makkelijk haar vierde overwinning van het seizoen. En hier zijn dan Sanne, Van Paasen en Kant, 2 en 3. Nieke Herries, tell us how difficult was it today? It was really heavy, like the course and everything, it was hard, but I really love these conditions, so for me it was good. And you really like the mud? Yeah, I love the mud for some strange reason. Not many girls like the mud, but yeah, I seem to do okay in it, so it's my friend. Enjoy your friend, enjoy your win. Thank you. Ja, een heel gelukkige Europese kampioen Nieke Herries. En het belangrijkste wat zij vertelde was dat ze echt wel houdt van de modder. Wel, een modderbad is naar verluid ook niet zo ongezond. Benieuwd wat op dat spandoek hangt, dat krijgen we nog wel te zien in het verloop van de wedstrijd, zeker? Wel. Maar laat ons er misschien even uitgaan voor wat reclame. En dan gaan we straks naar de elitewedstrijd. U hoeft niks te missen. Welkom opnieuw, sportliefhebbers vanuit het Oost-Vlaamse Gaveren. 35 jaar geleden won Erik de Vlaming hier de eerste uitgave van deze cross voor broer Roger, die ook twee keer won.
Maar toen was het nog geen superprestige. Pas van in het seizoen 82-83 was dat geval. En er werd toen nog gecrossed in de deelgemeente Asper. Maar intussen zijn we toch al voor de 21ste keer in Gaveren aan de Waranda aan het crossen. En dit rond Kasteel Grenier. De eerste 10 jaar kon hier nooit een Belg winnen, tot Mario de Klerk daar verandering in bracht. We hebben ook al heel straffe dingen gezien. Bijvoorbeeld Bart Welles, die hier vrij gênant won met 3 minuten voorsprong. Of Peter van Sandvliet, die hier zijn eerste grote cross kon. Wel, al die dingen zijn nu mooi te boek gesteld in dit boek hier. 35 jaar veldrijden in Asper en Gaveren. Blinde liefde voor de cross. Een boek zeker en vast de moeite om te lezen. Het boek gaat uiteraard over Etienne Gevaert, de blinde voorzitter van de Hansgrohe Superprestige en van de Nova-vrienden hier uit Gaveren. En alle koersverslagen, veel weetjes en anekdotes staan er in echte moeite, dit boek. Overigens heel speciaal, met een smartphone kan je 42 exclusieve interviews beluisteren met deze Mario de Klerk, maar ook met Stam Snijder, Klaus-Peter Thaler, Marianne Vos en zo meer, met iedereen die hier eigenlijk won. Dus ook met Sven Nys. Sven Nys die is hier, maar in welke cross is hij dat niet? De recordhouder met 7 overwinningen. Vandaag is ook hij weer torenhoog favoriet. De concurrentie zal komen van Niels Albert of van Kevin Powels, die er dus vorig jaar eindelijk zijn eerste superprestige zege pakte. Laten we daar nog eens naar kijken. Welkom dames en heren van aan Kasteel Grenier in Gaveren. Bestaat er een mooier decor in Vlaanderen om een cyclocross te geven? Ze zijn weg. Het is Klaas van Tornhout en Tom Meus die de beste posities hebben voor Amarok. Sven Nys zit goed. Kevin Powels, alles is ook goed mee. De enige die we missen is uiteraard Niels Albert. Rob Peters nu als eerste afdaling in voor van Tornhout en Meusen en Zlamalik en Nys en Powels, Stibar. En er komt afscheiding. Hè. Hier het groepje met Dieter van Tornhout, die moet zich reppen om mee te gaan. Hè. Zij moeten het gat laten. Stilte voor de storm, want zometeen derde keer de muur van Kasteel Grenier naar boven. Sven Nys gaat nu naar de kop. Het ging niet snel genoeg. En hij gaat door hoor. Stibar heeft het gezien, gaat mee. En Nys blijft doortrekken en er valt een kloof. Hier zijn ze. Nys, Stibar, van Tornhout, Powels en Meusen. De blik van Nys heeft voorlopig niks opgeleverd. Ze komen terug daarachter. Hè. Peters hangt er terug aan. Arnoudke. En hij gaat door. Daarachter even kijken naar de reactie van Sven Nys. En Powels die beweegt niet. Hij zit kaarsrecht vast op zijn fiets in dat spoor van Sven Nys. Stibar, het is een aangekondigde aanval. Hè. Stibar, daar gaat hij. Van Tornhout ziet nu al het gevaar. Powels, hij komt erbij. Hij komt erbij. Met zijn 5. En dan 2 man, Adams en Nys. Zit echt dicht hoor. Nys nu probeert. Alle hens aan dek nu, want er is een demarrage die er best mag zijn van Kevin Powels. Nys kijkt wel achterom, van wie komt mij helpen? En deze man gaat niet stilvallen. Hè. Wat een voorsprong. Ze gaan hem niet meer pakken. Gaat nu de laatste rechte lijn in. Kevin Powels, hij breekt de band. Na 45 pogingen wint hij eindelijk een superprestigewedstrijd. Ongelooflijk. Heel mooi. Kevin Powels, vorig jaar de oververdiende winnaar hier in Gaveren. We staan trouwens op de plek waar hij vorig jaar nog een demarrage uit zijn benen schudde. Op een plek waar niemand anders dat kon. We zijn benieuwd of hij dat vandaag ook kan. De wedstrijdomstandigheden zijn helemaal anders, al doet de zon op ons gezicht anders vermoeden. Het is toch helemaal anders, dat parcours. We hebben hem uiteraard een aantal vragen gesteld. We hebben dat ook gedaan aan Niels Albert. En dat was toch wel het meest opvallende interview van allemaal. We laten het dan ook volledig horen. Niels, de laatste opwarmingsronde heeft ongeveer 20 minuten geduurd. Wij vreesden al een scenario van in 2008. Nee, zo erg is het niet. Hoe is het parcours? Ja, het is vergelijkbaar met 2008. Maar ik hoop, ik ben nu toch al een stadion verder dan 2008. Dus misschien zijn we ze ook nog wat beter en komt wel klaar dan. Hoe gebeten ben je vandaag om Sven Nys te bewijzen? Hallo, ik ben er ook nog, hè? Ja, kijk. Dat is een vraag die mij al 4-5 weken aan een stuk wordt gesteld. En dus Sven is zolang ik al koers al 10 jaar ouder als ik. En ik moet mijn eigen altijd maar verdedigen, maar ik ben altijd tweede. Maar ze zouden beter eens verhaal gaan halen bij die ander, waar die eigenlijk zitten. Maar jij staat nu voor mij. Ik heb de indruk dat je echt gemotiveerd bent. Je staat scherp, je klinkt scherp.
Ja, nee, het is gewoon ambetant. Ik moet altijd dezelfde vragen beantwoorden. Ja, Sven is 10 jaar ouder, bla bla bla. Maar ik zei dat ik 20 was, was hij ook 30. En als ik 25 was, verleden jaar was hij ook 10 jaar ouder. Dus en volgend jaar zal hij ook 10 jaar ouder zijn. Dus, het is alleen mijn leven zo. En er zijn erbij die maar 5 jaar jonger zijn. En er zijn erbij die even oud zijn. Dus, Voor alle duidelijkheid, ik had het niet over het leeftijdsverschil. Hè. Wat is wel een goede vraag. Jawel, Chris, gaat er wel over. Had ik het daarover? Nee, maar allee, weet je, ik moet precies mijn eigen altijd maar verantwoorden. Ik probeer gewoon voor mijn eigen een constant seizoen te rijden. Mijn 2 slechtste plaatsen zijn 2 derde plaatsen dit jaar. Dus, en voor de rest ben ik altijd 1 of 2. Als Sven wint, ben ik 2e en anders win ik zelf. Dus ik denk niet dat ik qua prestaties verantwoording moet af te leggen. En als je geklopt wordt van Sven Nys, ja kijk, dat zal gebeuren tot februari 2014. In Oost-Mal kan ik ook nog geklopt worden. Dus dat is niets waar ik deze avond met slecht gevoel door naar huis ga. Wat zou een goede vraag zijn vandaag aan Niels Albert? Hoe dat weer is en dat ik goed geslapen heb deze nacht. En wat ik morgen volgende week ga doen. Wat ga je volgende week doen? Een beetje trainen en genieten van het weer. En uitkijken naar Spanje, 14 dagen goed weer. En, toch lastig op goede vragen antwoorden? Nee, maar je zit dat niet gewoon. Hè, jongen. Ja, maar altijd met die ambetante vragen altijd. En als je dan eens leuke vragen hebt, dan weet je niet wat je moet zeggen. Hè. Niels, ik wens je heel veel succes. Dank je wel, merci. Je staat hier terug op de wedstrijd die je vorig jaar echt met heel veel brio hebt gewonnen. Kan het vandaag ook? Het is vandaag een heel andere wedstrijd. Vorig jaar was het helemaal droog en nu is het echt zwak. Het is echt heel zwaar. Het is niks voor mij. Ja, Sven Nys was heel tevreden met de regen, jij minder. Ja, maar ik weet niet wat vandaag er veel aan gedaan heeft. Ik denk dat het al zwaar was. Heb je een plannetje klaar voor vandaag? Nee, het zal gewoon aankomen zijn en... Ja, zo wel zien. Maar wel vertrouwen getankt toch gisteren? Gisteren wel, maar na vandaag een tour te doen is het al minder. Ze moeten die opwarming overslaan in de toekomst. Misschien is dat het beste. Veel succes. Ik heb het er juist in de mobbelum ook gezegd. Als je denkt dat je niet meer kunt verliezen, dat is een dag dat je gaat verliezen. Dus je moet altijd met 2 voeten op de grond blijven. En vandaag is een andere dag. Iedereen kan met betere benen aan de start staan, met slechtere benen. Gisteren was heel mooi en vandaag beginnen we weer vanaf nul. Maar dit is wel jouw parcours, dit zijn jouw omstandigheden. Dit moet jouw wedstrijd worden. Mijn conditie is heel goed. Dat is de enige zekerheid die ik vandaag heb. Valpartijen gaan er sowieso gebeuren. Laat ons hopen dat ik daarvan gespaard blijf. Dat brengt altijd een hoop rompslomp mee in de koers, maar ook de dagen nadien. Lekke banden zijn hier gevaarlijk, dus de koers is niet zomaar gewonnen. Dat is altijd een koers van heel veel hectiek. En ik ben op mijn hoede. Ja, dat is een cross waar ik heel graag naartoe kom. Maar dat is wel ook een cross waar ik nog nooit echt een deftige uitslag heb gereden. Maar dat is gewoon een heel schoon... Toch blijf je het graag doen. Ah, wel, ja, maar dat is schoon eraan ook. Hè. Het parcours is gewoon mooi. Het volk krijgt wat dat ze verdienen. Ze betalen vandaag hun intree, maar ze krijgen daar prachtige cross voor terug. Met valpartijen. En, ik denk wel dat publiek wat gaat zien. Ik voel me gisteren gewoon weer zoals het hele seizoen op een heel hoog niveau rijden. Dat is vandaag normaal op die moment beter past dan gisteren. Het is echt de cyclocross vandaag. Iedereen houdt daarvan, denk ik. Daarvoor zijn we cyclocrosser geworden. Ik heb het wel graag, maar het is niet echt mijn parcours. Ik doe het wel graag, maar het is niet iets aan mij ligt. Dus vandaag is het aan mij gewoon proberen het beste van mezelf te geven. En dan zie ik wel waar ik uitkom. De vorm is er wel, hè? Dat heb je gisteren bewezen in Hasselt. Ja, sowieso. Als ik mijn parcours heb, dan weet ik ook dat ik vooraan kan meestrijden eigenlijk. Dus ik weet dat dat vandaag sowieso moeilijk zal zijn voor mij. Maar ik doe sowieso mijn best aan en we zien wel. Ik heb het Gaver nog nooit zo zien liggen als nu. Het is echt zwaar, vind ik. Het schuift heel hard. Het gaat echt zwaar zijn. Je herinnert je zelf wellicht nog dat je hier ooit 3 minuten voorsprong hebt gehad op de tweede. Is dat vandaag haalbaar voor iemand? Ja, ik denk het wel. Als iemand heel goed is, kan hij hier heel ver wegrijden. Het is echt een koers. Je moet niet sparen, je moet niet denken op die laatste ronde. Je moet gewoon je tempo zoeken. En als van bepaalde renners dat tempo zo hoog ligt, kan dat gemakkelijk, denk ik, hier op deze tour. Nou, ik vind het gewoon een enorm mooi parcours. Zelf had ik wat minder gehoopt op de regen van vannacht. En het heeft het parcours zwaar gemaakt. Heb je al genoeg vermogen om dit soort wedstrijden aan te kunnen? Nou ja, ik denk dat met klimmen kan ik wel aardig wat vermogen wegtrappen. En dat zal hier wel goed komen. Maar ik denk vooral ook de stukken ertussen zijn nou zo zwaar geworden. Ik denk dat je wel hele grote verschillen gaat zien vandaag. Je hebt gisteren niet gereden.
Dat kan een voordeel zijn natuurlijk. Ja, gisteren was een parcours met hoge snelheid en vandaag krijg je een parcours met lage snelheid. Dus ja, degene die gisteren hebben gereden maakt het eigenlijk weer niet zo heel veel uit. Want door een zware cross hoef je niet topfit te zijn. Rijdt met een iets lagere hartslag, dus meer stoempen. Al heb je hier wel de klim. Ja, je hebt hier gewoon al heel veel moeite om rechtdoor te rijden door de modder. Dus ja, ik denk dat er gewoon heel veel kleine slippers en valpartijtjes zullen zijn. Bart Arnouts, nu al pech zeg. Ja, kan gebeuren. Hè. Dat komt in zo'n zware wedstrijden bij iedereen wel eens een keer voor dat u een derreur, of eigenlijk de pad is dat die het dan begeeft. Het is dus, een opwarming. Dan straks. Maar ja, dat hoort bij zo'n omloop. Heel modderig, veel slijk in alle mechanische onderdelen. Dus, ja. Heb je er zin in? Ik wel. Het is eigenlijk een klassieker hier. Het is vandaag heel zwaar, fysiek en technisch moeilijk, glad. Dus ja... De sterkste gaat bovenkomen en er gaan veel kleine foutjes, kleine valpartijtjes, die gaan wel veel gebeuren, denk ik. Laat je fiets snel maken, we hebben je nodig straks. En laat ons meteen de winnaars bekendmaken van onze SMS-wedstrijd. Na de wedstrijd van Hammersoggen vorige week. Mathieu Ruttes uit Dilze, Stokkem is de gelukkige eigenaar van de Ridley fiets. En Andy Pijpaard uit Deinze heeft de €1.500 van het gemeentekrediet gewonnen. Ook u kan dat winnen wanneer u cash ofwel bike sms naar 6654. Bike voor die fiets, cash voor het geld. Maar dat weet u intussen. Heel veel succes. Geconcentreerde gezichten, de start is niet veraf meer. 1 minuutje nog wordt daar net afgeroepen. Rob Peters naast Sven Nys. Hier Bart Arnouts, al brokken voor de start daarnet. Kevin Pauwels, de winnaar van vorig jaar. Kijk vooral naar de kleding. Die is nu nog proper en dat gaat over 3 minuten. Gaan ze allemaal pikzwart zijn. Want ze duiken echt een modderbad in. Ze weten dat, ze hebben het parcours verkend. Hier de wereldkampioen, ook zonde van die witte trui. En Mark Janssens, jij hebt al gezien met welke tubes ze rijden. Ja, ik denk dat ze vandaag geen discussie hebben. Hè. Ze moeten niks overleggen. Ik denk dat ze deze morgen al opgestaan zijn. En Reno, grof profiel, slijk, regen. Geen keus. Kijk naar die kleine Lars van der Haar, centraal in beeld. Rabobank, oranje truitje. Dat is een stier, hè? Ja, dat is een stier. 2 koppen kleiner dan de rest, maar zo vinnig en al meteen naar de kop. Lars van der Haar. Deze cross is misschien een beetje te lastig voor hem, maar hij start alleszins goed. Met Pauwels in het wiel, met Klaas van Tornhout in derde positie en dan Sven Nys in vierde. Zo gaan ze de bocht in en zo gaan ze zo meteen het veld ook indraaien. Direct een heel gevaarlijk stukje, hè, daarom dat ook iedereen weet dat er boemen moet weg zijn. Hier, heel vettig, goed voor het moment. Voorlopig wel. Achteraan is het natuurlijk een beetje drummen en kunnen ze zich misschien vastrijden. Zoals we bij de belofte zagen gebeuren, bij andere jeugdcategorieën ook. Maar ze zijn er goed door. Klaas van Tornhout doet daar al teken naar iemand. Ja, en iedereen is goed mee weg. Hè. Nijs, Albert, heb ik gezien. Ook een heel gevaarlijk punt hier. Rob Peters die scheert daar langs het hoekje. Maar geen probleem bij de profs. Maar kijk het, de snelheid die daar echt wel stilvalt. Hier dan naar beneden lopen en haaks terug naar boven. Nou, ze zijn ook al een beetje verwittigd van de vorige categorieën natuurlijk, dat het daar link is. Hè. Ze zijn al een valpartij geweest, dus ze weten het. Hè. Hier kunnen ze terug de fiets opspringen en dan is het bergaf naar het laagste punt van het parcours. Om dan terug te klimmen. We zagen op training de renners sommigen naar boven fietsen, maar hier stappen ze af. Ik ga hier weinig zien fietsen waarschijnlijk. Het melkzuur klept zo in de benen dat je sneller loopt. Ja, je zit ook in een andere categorie niet natuurlijk. Hè. Dit zijn echte toppers. Daar ligt de snelheid sowieso hoger. Dan nog proberen omhoog te rijden, dan gaat het toch voorbij gelopen worden. Goed, wie hebben we hier vooraan allemaal? Lars van der Haar, alleszins. We zien daar ook Bart Welles rechts in beeld. Pauwels en Van Tornhout zitten goed vooraan. Welles loopt. Welles loopt sneller dan Van der Haar. Bijna gaat er voorbij nu. Dus dan... Achter Welles herkennen we Pauwels, Van Tornhout, Paramarca, Peters die scheef gaat, Albert, Van Amerongen zit daar, Simunek, Meisen, De Knecht, dan pas Nys met Wubbe. Ook Duval zit daar, Arnouts hier, Van Tornhout met Baastaans, Gilfield. Dat zijn alle buitenlanders, ook de Spaanse kampioen zit daar en hier de Nieuw-Zeelander,
Alex Revel. Kijk nog eens naar de start opnieuw. Vlekkeloos verlopen voor iedereen. En de vinnige Lars van der Haar. Zie hem spurten alsof zijn leven ervan afhangt. Maar het was goed natuurlijk. Dan kom je als eerste. Ja, hij is ook de frisste van iedereen. Hij heeft gisteren niet gereden. Dus dat voelt al van direct van bij de start. Hè. Dat je niet gereden hebt gisteren. En dan kun je dat natuurlijk doen. Hè. Materiaalpost. Er gaat heel veel gewisseld worden. Klaas van Tornhout wisselt niet. Er zijn er nog die het niet doen. Van Ammeren ook niet. En nu die moeilijke afdaling naar beneden. Met Welles, met Van Tornhout, dan Van Amerongen. En daar al een stuurfout van Lars van der Haar, zoals hij ook een stuurfout maakte. Een noodlottige zelfs in Hammershoge, waardoor Sven Nys weg was. Ja, ze zijn ook nog allemaal, dat maakt het ook gevaarlijk, omdat ze allemaal nog samen zijn natuurlijk. Hè. Je moet eigenlijk meer rekening houden met je tegenstander dan met je eigen in de eerste ronde natuurlijk. Ja, maar dat gaat beter. En beneden, het is daar moeilijk hoor. Ja, het is schaven, het is constant uw fiets proberen onder controle te houden en geen fouten maken of zo weinig mogelijk, maar dat gaat niet doenbaar zijn. Hè. Foutloos rondrijden vandaag. We zien alleszins Bart Welles aan de leiding. Bart Welles, die hier indrukwekkend won, jaren geleden intussen, dat was in 2003. Zijn tweede overwinning. En ook Bart Arnoud zal in derde positie. Die weer als een conditie, zijn goede conditie onderstreept, denk ik. Hè. Het is Van Amerongen. Ja, Bart zat iets verder, dacht ik. Hij zat achter de tiende zelf, dacht ik. En hier Nys met Niels Albert in zijn spoor. Nys die dan opgeschoven is. Toch ook een moeilijk kantje geworden. Hè. Vroeger vlogen ze daardoor naar beneden, maar nu is het... Want ik zag Albert zelf zijn voet uit zijn pedaal doen. Ja, het parcours is er zeker niet gemakkelijk op geworden. Nee. En we hebben hier drie namen vooraan die we niet meteen verwacht hadden. Maar de wedstrijd is nog lang en loodzwaar. Want hier is het even temporiseren. Want ze weten allemaal wat er nu aankomt. Die verschrikkelijke beklimming naar boven. Ja, en niet alleen de beklimming. Hè. Het versnellingsapparaat is daar ook heel cruciaal. Hè. Je hebt dat heel slecht stuk net voor de beklimming. Ze moeten naar die 25 gaan, naar de kleinste plaat van eigenlijk. De kleinste tandwiel. En ja, dat gaat het gevaarlijk maken. Hè. Van Tornhout, Welles en Thijs van Amerongen. Schuiven doen ze hier. Het is echt laveren. Links rijden ze beter en Welles gaat lopen. Dat gaat weer sneller gaan, zegt hij. De anderen gaan toch, denk ik, nog zo lang mogelijk proberen rijden. Nu, iets verderop kan je terug die fiets opstappen. Maar kijk hoe grote passen Bart Welles hier zet. Hij doet hier een goede zaak door te blijven lopen. En deze man in die BMC-trui, Julien Taramarca, blijft ons verbazen van week tot week. Paulus nog mee, hier met Van der Haar, met Albert en met Sven Nys. Ook nog altijd met Gerben de Knecht. En daar zat dan Bart Arnouts. En kijk, wel eens terug op de fiets gesprongen, maar dat gaat moeilijk. Dan. Ja. Ik denk dat... Ik ben niet zeker, maar ik denk dat Klaas een probleempje heeft met zijn versnelling, denk ik. We gaan het wel zien, want inderdaad, het is niet normaal dat je hier begint te lopen. Nee. Kijk, hier zagen we Klaas van Tornhout, dat was in 2009, zijn achterwiel verliezen toen hij aan het lopen was. En inderdaad... Ja, precies, weg, hè. Dat is dus het gevaar. Hè. En het is heel, heel snel gebeurd. Hè. Want hij, ja, als we misschien beeld ons kunnen zien, het gebeurt eigenlijk binnen een half seconde. Bats, gedaan. En hij is het eerste slachtoffer. En hij zal niet het laatste zijn. Ik herinner mij... Van niet, maar... Ja. Bart Welles in 2006 heeft hier sowieso vier keer dat probleem voor gehad in één en dezelfde wedstrijd. Moest uiteindelijk op een fiets van een ploegmaat verder rijden. Ja, ze hebben nu wel een paar fietsen, maar om er drie of vier zonder bij te hebben. Drie is denk ik het gemiddelde toch, maar vier is al heel veel. Hè? Ja, en zo'n derailleurpad, dat kan je nog wel vervangen, maar dat neemt toch wel een beetje tijd in beslag. Dat kun je niet onder de wedstrijd. We gaan eens kijken naar... hier is voilà. Het gebeurd. Ja, eigenlijk... Je hebt er niks aan te vertellen. Hè. Je hebt niks, gewoon niks te vertellen. Je trapt baf en het slaagt vol en trekt gewoon over de pion en het is weg. Hè. Ja, we hopen dat het hier bij niet te veel renners zal gebeuren. Dat het zeker en vast niet over winst en verlies moet beslissen in de wedstrijd. Zoals een paar jaar geleden ook nog. Ik herinner mij dat toen Niels Albert hier won, had Sven Nys ook hetzelfde probleem voor. Of toen deed Sven Nys lek in de slotfase. Ja, hoort erbij. En Welles, wetende dat hij een goede loper is, avanceert ook veel rapper als hij loopt. Dat heeft hij nu al de eerste ronde bewezen. En ik hoop dat we nu nog een paar ronden met Bart op weg kunnen. Even iets laten zien. Vier leiders die we niet verwachten. Nee. Van Amerongen, Peders, Taramarca,
En dan komen de grote mannen eigenlijk. Nijs, Albert die toch volgens mij dat beneden de klim niet echt 100% nog een indruk af, maar moet nog even loskomen van gisteren. Hè. Ja, wat zeggen ze daar in het veld van, Chris? Wel, ik heb een eregast vandaag, generaal Frank de Winne. Zowaar. Wat komt u hier doen? Wel, ik ben natuurlijk militair hier op het militair domein. Is het altijd gezellig om naar de cyclocross te komen kijken. Ik ben ook toch een fan van cyclocross. Het is een typische Vlaamse Belgische sport. Dus ik ben heel tevreden dat ik hier mag zijn vandaag. Van wie mag Frank de Winne vandaag winnen? Wel, mijn grote favoriet is altijd Sven Nys. Dus, ik bedoel uiteraard, wie mag er winnen van Frank de Winne? Ja. Nee, mijn grote favoriet is altijd Sven Nys. Dus ik geef altijd hetzelfde antwoord. Ik support er al jaren voor hem. Dus ik hoop dat hij wint. Maar natuurlijk, hij heeft gisteren al gewonnen. Dus we zullen wel zien. Ik denk dat het vooral interessant is, als je ziet naar al de mensen die hier zijn, dat het een geweldige sport is. Geniet van de traditionele zondagsuitstap. Wij genieten verder van de traditionele zondagkijknamiddag. En we zien hier het peloton achtervolgers met Pauwels van Tornhout, Nijs, Albert, De Knecht en nog een paar anderen. Maar zij volgen op een seconde of 10 bijna van het kwartet aan de leiding met Welles, Tarmarka, Peters en Van Amerongen. Wie had dat gedacht dat deze vier de eerste ronde voor hun rekening zouden nemen? We hebben nog tijd. Hè. 10 seconden is op deze omloop is dat eigenlijk een puilschilletje. Hè. Zeker met dit parcours, met dit slijk zal ik zeggen. Dus als er beter grote mannen gaan beginnen, dan gaat de koers openbreken. En dan gaan we natuurlijk wel iets anders zien dan nu. Hè. Ja. Maar ze zijn in beeld en ze doen moeite. En dat is heel prachtig. En ik denk dat daar de kijker ook onder gediend is. Hè, dat men wel eens toch nog eens laat zien dat hij mee kan. En dat vind ik prachtig. Ja, wel eens die hier als piepjong rennertje ook al eens indruk maakte in Gaveren. Ik weet niet meer welk jaar het was, maar het moet een van zijn. Hij was zeker en vast nog zijn eerstejaars belofte, dus eind 97 moet dat geweest zijn. Maar dat is 15 jaar geleden. Toen reed hij lang aan de leiding om uiteindelijk als vijfde te eindigen nog in zo'n loodzware wedstrijd. Dus als rennertje van 19 jaar oud, Bart Welles. Ja, maar hij heeft dan ook nadien ook wel bewezen dat hij ook wel een topper is geworden. Hè. Meestal als je het bij de jonge mannen al kunt en je kunt het dan nog eens overbrengen bij de belofte. Sommigen gaan daaraan kapot, maar af en toe blijft er iemand over. En Welles was een van die mannen. Ondanks dat hij nu misschien een klein beetje minder is, maar hij blijft ook nog altijd een grote naam in het veld rijden. En voilà, hij rijdt hier gewoon op kop. Hè. En ik heb het gevoel dat hij verstandig rijdt, wil alleszins niet forceren. Hij weet ook wel dat die grote namen nog gaan terugkomen. En wil dan niet alle pijlen verschoten hebben. Want Albert is hier al teruggekomen tot bij het groepje. Van Tornhout geeft ook nog een goede indruk. Nijs hier, Pauwels, Arnouds, Duval, De Knecht, Wubbe. En dan Van der Haar, dacht ik. Dus, zoals we ook een beetje voorspeld hadden voor de cross, eigenlijk is dit parcours nog net niet te zwaar voor Lars. Hij klimt wel heel goed, maar dat is niet voldoende genoeg, denk ik hier. Goeie klimmersbenen, je moet ook de power nog hebben. En dat heeft hij, denk ik, nog een klein beetje tekort. En dit is echte cyclocross dat we te zien krijgen. Vele renners kijken ook uit naar dit soort wedstrijden. Hier zijn we crosser voor geworden, zeggen ze. Ja, zoals ik al zei, iedereen komt ook graag naar hier. Hè? Ondanks dat hier eigenlijk sheetparcours bij manier van spreken. Hè? Het is slijk, het is stompen, er worden stukken gereden. Het is afzien tot en met, want het is eigenlijk gewoon naar beneden. En dan van beneden terug in fase naar omhoog komen. Dus wat dat heel, heel lastig is. Maar toch komt iedereen graag gewoon, denk ik, ook de ambiance en het parcours op zich. Hè? Kijk hier. Spannende afdaling, ongelooflijk. Ja, als je dan nog kunt rijden. En Bart Arnouds die ook aansluiting gevonden heeft, die voorbij Nijs en Albert gegaan is. Ja, zoals hij ook de laatste weken, zoals ik net zei. Van kijk, zag je daar Nijs nog lang rijden en zo voorbij Niels Albert gaan? Het is ook een beetje wringen. En hier Arnouds bewijst dat zijn conditie goed is de laatste weken. En hij gaat zeker nog naar die top 3 rijden. En misschien zelfs nog wel eens een aanvallijke plaatsen aan de aankomst. Alleszins. Dat is ook zo'n sterk punt een beetje. Hè. Allee, dat doet hij altijd meestal. Hè. Dus ik verwacht dat wel. Thijs van Amerongen, wel. Die is hier het beste seizoen uit zijn carrière aan het rijden, die man. Heeft nogal wel goede crossen gereden dit jaar, een goede start genomen. Dan valt hij wel terug. Maar om het in zo'n zware wedstrijd als hier te doen, dat is klasse. Ja, hij heeft ook zijn tijd ook wel nodig gehad. Hè. Ik weet niet precies hoe oud dat van Amerongen is, maar heeft ook heel veel als belofte goed bewezen eigenlijk. Heeft dan misschien een kleine terugval, maar noemen we dat een terugval? Ik weet dat niet. Dat is gewoon een overgang van belofte naar die grote mannen.
niet iedereen kan direct mee met Nijs en Albert. Maar hij bewijst nu dit seizoen wel dat hij heel stilletjes is. De condition, het verbeteren is. Hij schuift op, ook in algemene positie in de top 10. Dus. Ja, is trouwens ook een ex-eindwinnaar van de superprestige bij de belofte. Ja, ja, hij heeft vroeger altijd heel goed gecrossed. Leeftijd? 26. Dus nog 10 jaar voor de boeg, hè. En Taramarka, de man in trood daar, die vindt hier een parcours zoals ze in zijn land veel te vinden zijn in Zwitserland. Had dus kunnen crossen in eigen land. Er zijn nog wel, wordt daar vandaag ook gereden in Madisville. Dat is het dorpje waar de broeders Flukiger wonen. Dat zijn de mannen die op het podium stonden op het WK mountainbike, Matthias en Lucas. Daar is de cross vandaag met de andere Zwitsers. Maar Taramarka, die verkiest de Hans Grohe superprestige te rijden en wij juichen dat alleen maar toe. Het is goed voor de cross en het is goed voor de ontwikkeling van Taramarka zelf. Hetzelfde geldt voor Duval, die kon vandaag de tweede manche rijden van de Challenge National. Hebben we hier ook hetzelfde probleem misschien bij Thijs van Amerongen. Zeg dat het niet waar is, maar ik vrees dat het inderdaad wel waar is. En kijk eens hoeveel de grote voorsprong hij nog altijd heeft. Ja. Hier ga je niet lopen. Dan weet je van genoeg. Ja. Afstappen is problemen. Pech. Gelukkig is die materiaalpost hierboven wel. Gaan we hier elke ronde een slachtoffer krijgen. Ik vrees dat ze hier volgend jaar dan vast tapijt moeten gaan leggen om dat te vermijden. Maar ja. Ja, maar ja, je hebt het ook niet in de hand. Het heeft redelijk goed weer geweest van de week. En nu krijg je een regenvlaag of een regenbui en je hebt hier problemen. Dat maakt het ook spectaculair natuurlijk. Hè. En Gaveren zal altijd als zwaarste tegenstander het weer hebben. Hè. Dat weten we gewoon. Komt hier boven, komt dan in de materiaalpost. De verlossing voor hem. Maar intussen zijn er toch wel 6 renners hem voorbij gegaan. Gaat nog net voor Niels Albert en Sven Nys en Kevin Pauwels. De grote 3 gaat nog net voor hen terug de fiets op. Maar Rob Peters aan de leiding. Rob Peters die ook wel houdt van dat ploeteren door de modder. Oh, in het geval van Thijs heet al van Amerongen, die heeft eigenlijk niet zo echt veel verloren. Maar vanaf de wedstrijd gaat vorderen, gaat dat wel heel veel zijn. Oeh, je hebt hem. Gelukkig valt Alex Revel hier vrij zachtjes. Nu, wat is zacht natuurlijk? Het kan pijn. Het is heel verstandig van de organisatoren om daar zo van die luchtkussens te zetten. Ziet die ogen. Ja, maar het is niet om te lachen. Hè. Nee, het is niet voor te lachen, maar het is wel gevoel dat aankomen als renner natuurlijk wat er gaat gebeuren. Hè. Ik heb de gewoonte voor aanvangen van de wedstrijd, 's morgens vroeg, zelf het parcours te rijden. Maar ik moet zeggen dat ik het hier niet zo graag meer doe. Ik heb het ook niet gedaan natuurlijk. Dat is goed om uitgelachen te worden door het publiek. Met Klaas van Tornhout. Rob schudde nee. Ik weet ook niet. Radomir Šimunek. Ja, afgebroken. Derailleur ook. En dat is dan weer een klein beetje te verschil. Dan er lopen verder. En Šimunek geeft de pijp aan Maarten. Ja. Ja, zo is Radomir Šimunek wel vaker. Hè. Ja, hij valt vaak en laat dan de moed zakken. Ja, dat vind ik toch wel een klein beetje spijtig eigenlijk. Er is in principe nog niet echt heel veel verloren. Het is een heel zwaar parcours. Zoals ook Bart zei, wat is een minuut hier? Als je echt goede benen hebt, dan is een minuut niks. Dus hij kan gewoon toch verder proberen te doen en nog een fatsoenlijke uitslag te rijden. Hè. Daarom ja, top winnen of top 5, niet maar 10 is ook nog heel prachtig. Hè. Dan heb je ook nog heel wat punten. Dus. Soms begrijp ik het niet goed, maar ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb Radomir Šimunek nog nooit goed weten rijden in Gaveren. Dit is ook echt zijn omloop, niet natuurlijk. Nou, ik zag hem ook voor de wedstrijd. Hij kwam van training, van verkenning en hij zag het daar al niet zitten eigenlijk. Daar even een babbeltje tussen Taramarka en Welles. Ik gaf daar een schouderklop van, ik weet niet wat hij juist bedoelde. Jij bent hier bezig, nog een grootheid, oud-wereldkampioen Freddy Maartens. En hier de kampioen van Groot-Brittannië, Ian Field. Pechvogel en Chris. Ja, Radomir Šimunek is net door de materiaalpost gereden. Hij blijft dus nog verder rijden. Hij is niet gestopt. Hij heeft een andere fiets gekregen en is weer vertrokken. En aan de streep komen nu Bulo en Sven van Tourenhout voorbij. Hier is Šimunek inderdaad nog aan het verder rijden. En we hebben Lange Klaas van Tornhout die zo enthousiast was voor aanvang van deze wedstrijd. Aan de leiding nu met Bart Arnouts, met Taramarka. Van Amerongen zit daar nog. Albert, Welles, Peters, dan Nys en Pauwels. Ja, Pauwels die al gaan ze rond in Nijs en Wieland. Ik weet niet of dat heel goed is. Als je goede benen hebt, dan moet je toch doorrijden, denk ik. En Chris,
Wel, ik sta bij Mario de Klerk. Klaas van Tornhout nu op kop van de wedstrijd. Maar daarnet toen hij hier door de materiaalpost kwam, was het al vloekend. Ja, de eerste ronde had hij een probleem met zijn ketting. En de tweede ronde zijn versnelling had, is elektronisch. En het was gewoon uit. Hij had niks niet meer om te schakelen. Dus hebben we nu gebruik gemaakt van de vierde fiets al. De vierde fiets. Oké, zijn er dan nog over? Nu niet meer, nee. Oké, hopen dat het dan zonder blikschade blijft voor de rest van de wedstrijd. Ja, en ze hebben natuurlijk nog ook wel een Jim Arnouts hier in de wedstrijd te rijden. Ze hebben ook nog, ze kunnen misschien nog wel fietsen van beloften gebruiken, maar zo'n groot kader als Klaas van Tornhout, dat hebben ze daar niet, hè? Dat gaat gewoon weg niet. Als je even een andere fiets moet rijden, dat is goed om iets te overbruggen van de ene post naar de andere. En dan zien dat je geen pijn in je knieën of in je rug krijgt, bij manier van spreken. Maar als Klaas al eens aan de vierde fiets zit, ja, dan is het spelletje bijna gedaan, hè? Maar laat ons gewoon optimistisch zijn en hopen dat hier geen brokken meer vallen voor Klaas van Tornhout. Nee, maar ze moeten toch minstens één keer wisselen per ronde. En sommige renners gaan misschien wel twee keer per ronde wisselen. Als je dan maar twee fietsen niet meer hebt, dan kun je dat niet. En dan, want die gasten, die mechanikers, die gaan niet op tijd terug zijn. Die fiets gaan niet op tijd afgespoten zijn. Want als je gemiddeld aan 6 minuten per ronde zit en gedeeld op door twee, dan moet je op 3 minuten alles gekaast hebben. En dat is toch wel heel moeilijk voor sommige mannen. Dus hij zal het moeilijk krijgen. Ja. Leuk daar die twee mannen in de groen-blauwe trui aan Adrink. Ze gaan door, ze stoppen met hun vrouwenploeg, maar ze gaan dus door in het veld rijden. En dat is dan de dankbaarheid van Amerongen en Arnouts. Goed presteren en ze zitten vooraan. Ook is goed, die twee mannen van Til en het Fidea, Peters en Welles. Het gaat eigenlijk niet goed met die ploeg bij de elite renners dit jaar. Ze mogen mij het daar niet kwalijk nemen dat ik het zeg, maar zoals het daar vorige week in Hammersoge aan toe ging. Ze hadden al geen Meeuws aan de start, dan Thijs Al, Jouffroy, Arnaud Grand en Yuri Adams allemaal uit de wedstrijd moeten stappen. Al of niet na valpartijen. Beste renner daar was Rob Peters, 9e, Welles was 12e. Ja, sommige dingen heb je gewoon in de hand, hè. Nee, ze kunnen wel pech hebben, maar alleszins bij de juniors en bij de belofte gaat het goed. Is het niet, Chris? Wel, we gaan het vragen aan Hans van Kasteren. Moeilijk seizoen, zegt Filip Maartens voor Til en het Fidea. Ik denk dat je daarmee akkoord moet gaan, hè, vandaag. Bij de elite wel, maar we wisten natuurlijk waar we aan begonnen. En ja, dat Tom uitvalt, dat weet je van tevoren natuurlijk niet. En ja, goed, ik vind Bart op zijn niveau en Rob ook. Hoe is het met Tom? Wanneer gaan we hem terugzien? Aanstaande zaterdag. Indien hij natuurlijk door de bondscoach wordt geselecteerd. Zal hij daar aanwezig zijn. En als hij daar goed gaat, dan zal hij aanstaande zondag ook starten genieten. Dus uitkijken naar hem. Jullie leggen hem geen druk op. Nee, we leggen hem geen druk op, maar ja, hij heeft 2 jaar mogen aarden en nu is onze kopman. En ja, goed, iedereen heeft kunnen zien wat er is gebeurd. Het is wel door een valpartij gebeurd en ja, dat is anders denk ik als dat je ziek wordt. En in dit geval kan je niks aan doen. Hoe lang gaan Peters en Welles nog mee tot Nijs en Albert hun duivels echt ontbinden? Nou, ik hoop, Rob is nog maar 25, dus ik hoop dat hij daar wel heel lang mee gaat. Maar wat doe je vandaag in de wedstrijd? Ik denk dat hij plaats of 5 wel kan eindigen. En als het allemaal een keer mee zit. Ik denk dat hier vandaag wel de wedstrijd wordt beslist. Mede door materiaalpech. Laten we hopen dat ze nog heel lang meegaan. We hebben het nodig extra volk in de cross. Ja, en voorlopig nog geen Niels Albert en Sven Nys in de voorste gelederen. Maar nog eens, we gaan hier 8 ronden wedstrijd toe. We zitten, als ik het nog goed voor heb, in de 3e ronde. Dus het is nog ver te gaan. Klaas van Tornhout heeft alleszins goede benen. Rijdt hier weg van Taramarka, van Arnouts, van Amerongen en van onze goede loper Bart Welles. Dan neem je ook het risico een klein beetje weg als je loopt. Hè, om dat versnellingsapparaat niet in je wiel te trekken natuurlijk. Maar dan moet je ten eerste al een goede loper zijn. En dat is Bart wel. Maar Peters loopt ook. Dus ik denk dat Peters ook wel goed getraind heeft op lopen. En de rest rijdt. Ja. Dat is een keuze die je maakt. Ja, en dat is het gedeelte van het parcours waar je moet doen op de grootste wattage. Ja, ik sterven hier. Ja, ik zit zo'n beetje te kijken naar Nys en naar Albert Pauls. Want dat zijn toch die drie mannen die we eigenlijk toch verwachten voor het podium een beetje. Die alle wedstrijden meedoen. Maar zij bekijken het voorlopig. Er is ook nog niet heel veel gebeurd natuurlijk. Alles zit nog bij elkaar. Alleen Klaas is weg. Maar ik denk als Nys echt heel goed moest zijn vandaag, wat we momenteel nog niet echt kunnen zeggen. En hij trekt één keer heel hard door. Dat hebben we nog in het verleden gezien. Dan is 30 seconden niks op één ronde. Het is ook een beetje de stijl van Sven Nys dit jaar. Economisch met de krachten omgaan.
Alleen aanvallen wanneer het nodig is. En voorlopig heeft hij nog altijd zicht op wat er voor zich afspeelt voor hem. Dus er is nog geen enkele reden tot paniek voor hem. Hij maakt zich niet zenuwachtig. Hij heeft ook gisteren trouwens gewonnen. Kijk, wat gebeurt daar nu met Duval? Wordt daar door zijn eigen mechanicien tegen de grond geduwd. Dat zijn dingen die gebeuren natuurlijk. Een domme fietswissel daar voor Aurélien Duval in de materiaalpost. Hoe kan nu zoiets gebeuren? Ja, maar ik zie dat. Ah, dat zie je net. Ja, het is een beetje zoals met Sven Nys gebeurd is vorig jaar. Hè? Ja, ik wou zeggen, dat is nog één in mijn kostuumvest daar staan. Maar hij heeft toch de regenjas aan. Iemand is er al precies erbij gehaald hebben. En ik denk dat het foutje is dat Duval wou springen. En dat hij iets te ver aan het rijden was. En een ander wou de fiets al aanpakken. En hij was hem eigenlijk al aan het voorbijrijden. Ja. Dat maakt het voor ons ook mooi. Hè? Ja, het is wel erg lullig natuurlijk. Ja, maar het is iets anders. Ja. Concentratie op het gezicht van Klaas van Tornhout, maar hij geeft een goede indruk. En hier, mag je aan je remmen komen? Ja, ik moet aan je remmen komen. Het ligt niet vooraan natuurlijk, maar het is een beetje gedoseerd remmen ook. Hè. Remmen lossen. Van het moment dat je het wiel voelt weggaan van achter, moet je de rem lossen, want anders ben je gewoon weg. Maar ik denk niet dat het iemand dat had moeten leren. En dan is hier nu hetgeen dat ik eigenlijk een klein beetje verwachtte, was dat Bart Arnouts toch naar Van Vogel ging rijden en die aanval ging plaatsen. Natuurlijk, Klaas is wegrijden. En Bart is zo'n beetje zo, zijn stijl een beetje. Hè. Ze kijken op de baan een beetje naar elkaar. Ik val aan en hopelijk krijg ik dan 20, 30 meter. En kan ik ook eens iets forceren, maar nu moet hij eerst het gatje naar Klaas dichtrijden. Ja, we gaan eens chronometreren hier. Hè. Dat is toch een serieus gaatje dat Klaas van Tornhout heeft. Wanneer hij dat kan doorzetten. Want ze kijken naar elkaar achteraan. Hè. Ze kijken achteraan. Goed bekeken van Bart Arnouts om zich daar niks van aan te trekken. En hier dan het groepje met Nys, met Taramarka, met Pauwels, met Van der Haart. Toch ook nog altijd Niels Albert, ook Wille Peters, Van Amerongen. Dat zijn ze hier. Op meer dan 20 seconden. Dan een klein tussensprintje van Lars om toch eerst dat veld proberen in te duiken. Maar Nys voelt dat natuurlijk. En Nys heeft ook het tempo niet willen laten stuurvallen, zag ik. De baan opgekomen uit bijna laatste positie van de groep. Direct naar de kop gegaan. En hij weet dat gewoon. Hij moet dat, want elke keer als je stilvalt is deze man ook verder weg. En als Klaas goed is, dan kan er natuurlijk van alles. Hè? Echt moeilijk stukje daar. Ze gaan daar met grote snelheid door die bocht. Aan de finish is nu ook Duval voorbij gekomen met een achterstand dus door die valpartij in de materiaalpost. De Brit Field is ook doorgekomen. Die kan hier eens een goede eerlijke cross rijden. Die is zowel in Zogge als in Hasselt uitgeschakeld geweest door valpartijen bij de start. En Nys doet daar wat, hè? Ja, naar de kop van de groep. Dus ik denk zeker niet om het tempo te doen zakken. Ik denk dat Nys nu even het tussensprintje gaat plaatsen naar Bart en dan even terug gaat bekijken. Klaas in het oog houden. En dan een beetje recupereren naar de beklimming toe. De beklimming misschien niet op blok oprijden, maar toch zonder te weinig reserve. En dan terug positioneren. Chris? Wel, ik sta hier in de materiaalpost bij Vincent Bastaans. Ja, normaal moet hij in wedstrijd zitten. Wat is er aan de hand? Ja, dat is de tweede keer dat ik met een derailleur in het wiel rijd. Dus dat gebeurt nu eenmaal in deze cross. Dus ja, niks aan te doen. De tweede keer al? Ja, de tweede keer vandaag. Dus pech gaat hier beslissen over de winst, denk je, vandaag? Dat zou goed kunnen, maar ik denk dat die jongens een groot genoeg verzet rijden voor die pech te vermijden. Hoe zwaar is het, Vincent? Heel zwaar. Oké, dat zegt genoeg. Bedankt Vincent Bastaans. Zo even stoppen in de materiaalpost om een interview te geven en dan doorrijden naar de camper. Ja. Ja, als je dan maar 3 fietsen hebt en je hebt er 2 kapot, dan heb je nog 1. Dan kun je in principe nog verder rijden, maar dat is onmogelijk, want je moet hier gewoon wisselen. Ja. En als je niks meer hebt om te wisselen, dan is het wassen. Hè. Het is ook het seizoen van Vincent Bastaans niet. Hè. Pols gebroken net voor het seizoen, dan ribben gebroken in Ruddervoorde en toch alweer op de fiets, maar ja, conditionele achterstand. Hetzelfde verhaal eigenlijk bij Sven van Tornhout. Die vond ik gisteren in Hasselt wel goed rijden, de eerste 3-4 ronden. Maar dan teruggevallen, conditioneel ook gewoon. Ja, toch raar eigenlijk, want nu wil dat net lukken dat ik woensdag in het bos was, waar dat Sven ook was. En Paul van den Bos was daar ook en ik heb daar Sven zien rondvliegen, zal ik maar zeggen. Dat ik ook niet goed begrijp dat Sven momenteel niet korter kan rijden. En ik heb daar 10 minuutjes met Paul staan over babbelen. Hij begrijpt het ook niet. Hij zegt, als,
als Sven niet bij de top 10 rijdt in Hasselt, begrijp ik het niet. Alles is in orde en ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Het is rap rijden dat hij doet. En, ja, maar wedstrijden zijn nog iets anders. En alleszins voorlopig wat vorige week in hun eigen thuishaven in Hammersoggen niet lukte. Oeh, bijna vol voor Klaas van Tornhout. Ze laten zich zien, de renners van Sunweb-Revor nu. En Sven Nys die zijn ogenblik gekomen vindt om te reageren. Het is ook hoog tijd en Niels Albert is niet mee voorlopig. Paulus wel. Paulus heeft het gevaar gezien. Paulus, allesbehalve een moddercrosser, maar wel iemand die dit parcours goed aan kan. Hier dus vorig jaar won, 2 jaar geleden met Sven Nys naar de spurt ging en dan nog verloor. Dus hij kent het hier ook door en door. Hij kan het ook, Kevin Paulus. Hier dus woegende Bart Arnouts en daar alles onder controle, meneer Sven Nys. Met Paulus en Willis in het spoor. Sven Nys die gisteren trouwens is prof geworden in 1998. Wel, hier een soort klimop. Ja, ik denk dat hij een soort klimop meegepakt heeft onderweg. Sven Nys is prof geworden in 1998. Wel, gisteren heeft hij zijn 250ste wedstrijd geworden sinds hij profrenner werd. Hij heeft al 5 crossen meer gewonnen in de A-categorie, omdat hij, toen hij belofte was, ook al 5 A-wedstrijden won. Gaat hier nu voorbij, Bart Arnouts. Ja, hij heeft natuurlijk ook gezien dat Niels niet mee is. Hè. Ik weet niet dat Niels iets voor gaat heeft, want normaal moet je meegaan. Kijk hoe hij wegrijdt. Kijk hoe hij wegrijdt van een strompelende Bart Arnouts. Nu ook Paulus gaat voorbij Arnouts, die iets wat over zijn toeren moet gegaan zijn. En dan gaat Bart Welles zo meteen afstappen en beginnen lopen normaal gezien. En dan gaat hij misschien ook nog wel voorbij Bart Arnouts. Dat is wat ik ook net zei, als Nys echt heel goed is en hij trapt gewoon 1 versnelling of 1 tand groter. Ja, dan is 20, 30 seconden op zo'n nul op niks. En ik vrees nu al dat Klaas heel kort bij de Louvre gaat gevat worden. En dat hij die Nys wel voor komen. Kijk, gewoon 1 beklimming doorzetten en hij is weg van iedereen. Paulus, kijk eens wat een gat op Paulus gemaakt heeft op Arnouts. En wel eens zoals voorspeld, voorbij Arnouts gegaan. Het is niet waar. Bart Arnouts ook brokken. Ja, niet te geloven. We zijn in de 4e ronde. Man. Chris. Ja, Sven Nys rijdt hier door de materiaalpost. Dat is op 13 seconden nu van Klaas van Tornhout. Paulus probeert zijn treintje aan te haken. En dan is het toch weer een kloofje. Wachten op een nieuwe Zwarte Piet. Dat is deze keer Bart Welles op de 4e plaats. En dan is er toch ook alweer een mooie kloof ontstaan, hoor. Ja, een kloof op Bart Arnouts, die daar dus zonder derailleur zit. Daar zijn fiets aflevert. We zien daar ook de kampioen van Polen langs de kant staan. Marius Gil, die heeft het ook opgegeven. Ook hij waarschijnlijk stukken en brokken. Man, wat is dit hier voor een pechkoers. Van Tornhout al eerste ronde. Tweede ronde Simunek, Van Amerongen en Baastaans. Derde ronde Baastaans. Vierde ronde Arnouts. En wel. Hier Niels Albert. En dan de mannen die we nog niet in beeld gezien hebben. Hè. Er zijn er misschien nog wel 10 of 5 of 10 die de versnelling afgereden hebben. Hè. Dus. Ook Albert, Albert is daar ook aan het gas geven. Hè, want hij is daar ook voorbij die 2 mannen van AA Drink gegaan. Hij moet, hè. Nys is weg. Hè. Als hij zijn klassement ook een klein beetje nog in ere wil houden om nog een proberen eindoverwinning uit de wacht te slepen, gaat hij moeten. Hè. En Nys heeft op die beklimming alleen bijna 10 seconden van de voorsprong afgedaan. Dus ik zit nog altijd in mijn kop dat die cross enkele jaren geleden, dat hij daar in de laatste ronde op die 1 beklimming 30 seconden nam. Dat was fenomenaal. Ja, een Van den Broeke demarage was het. Dat doet hij nu ook bijna. Hij doet daar 10 secondjes af en voilà, Klaas weet al hoe laat dat is. Dat was 5 jaar geleden en hij rijdt, Sven Nys rijdt even sterk als 5 jaar geleden. Toen hij wegreed van, toen was het van Moeren en Vervekken, als ik mij nog herinner. Hij rijdt misschien wel beter. Hier Pauwels. Geeft toch ook nog een goede indruk, hoor. Het is afzien, maar kijk die blik van Sven Nys van manneke, ik ga je oppeuzelen. En Klaas van Tornhout weet hoe laat het is. Ja, maar je ziet ook wel zijn kopman komen, hè. Dus als Klaas nu een klein beetje bij Sven kan blijven, dus Sven gaat direct over naar de kop. Wat dat logisch is, want Klaas moet geen tempo bepalen als Kevin op komst is. Maar de bedoeling is dat hij nu probeert Nys toch een beetje in het wiel te houden en dan Kevin proberen terug een beetje later korter te komen. Maar dat zal toch wel moeilijk zijn. Ja, Welles komt hier als 4e door en dan hier
Peters en een beetje toch een zuchtende Niels Albert. Maar nog altijd in vijfde, zesde positie Peters en Albert. En nu? En nu is ze. Ja, nu is de vraag waar... Wat gaat Nijs doen? Ja. En wat kan Klaas van Tornhout er nog tegen beginnen? Hè? En ik denk dat we het antwoord kennen. Zeker in het geval van mij, hè. Chris? Ik sta bij Christophe Roodhoofd. 26 seconden was dat aan de streep. Dat is redelijk veel achterstand voor Niels Albert. Ja, we zijn natuurlijk pas half weg, maar inderdaad, dat is al een hele kloof. Winst zal er vandaag niet in zitten. Daar ben je nu al zeker van? Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat het podium vandaag het hoogst haalbare zal zijn gezien de situatie nu half weg. En Nijs, die is wel heel sterk bezig. Begint dat in het hoofd te zitten van Niels of niet? Nee, ik denk dat niet. Nee, hij is inderdaad heel sterk, maar ja, dat wisten wij eigenlijk al. Hij trekt gewoon de lijn van de voorbije jaren verder en het lijkt wel of hij sterker wordt met de jaren, ja, maar in het hoofd van Niels speelt dat voorlopig alleszins niet. Oké, bedankt Christophe Roodhoofd. En bedankt Chris. En wij gaan er even uitgaan op deze beelden. We komen zo terug. We kijken naar Klaas van Tornhout, die voorbij Sven Nys gegaan is. En u weet allicht waarom. U heeft ook wel gezien dat Kevin Pauwels aan het naderen is. U ziet deze mevrouw iemand aanmoedigen wel. Kevin Pauwels is hier en hij kan misschien nog wel rijden naar Nys en van Tornhout. Ja, hij is sterk aan terugkomen. Hè. We zitten in de tweede helft van de wedstrijd. Zijn benen beginnen misschien wel los te komen. En dit is ook het gedeelte waar hij het moet op doen. Hij is een licht manneke, hij klimt heel goed. En Klaas heeft geprobeerd om het tempo een klein beetje te doen zakken, denk ik, door Nijs voorbij te rijden en zelf het commando te gaan nemen. En ja, het is te hopen dat Paulus daar een beetje van kan profiteren. Hier zijn van Tournout. Dat kan pijn doen. Dat is niet gezond. Het komt goed, hè. Voilà. Het is niet te geloven. Man, wat voor acrobaten zijn dat. Ja. Ik denk als je op die achterband gaat zitten, dat is niet goed, hè? Nee. Heel kort, nee. Kijk waar Kevin Pauwels zit. Hier zit hij. Goeie fietswissel. En hij moet gaan naar die andere. En dan is het Bart Welles in vierde positie. Als we goed gezien hebben daarnet bij die beklimming. Goeie wedstrijd bezig. Alleen de vraag is, kan Pauwels naar die twee mannen nog inrijden? Dat is nu de grote vraag. Hè. Ja, ik vind dat ook een interessante vraag. Chris, wat vind jij ervan? Kan Pauwels nog naar die twee vooraan rijden? Kan Pauwels nog naar de twee vooraan rijden? Dat vraagt Philippe Maartens en Mark Jans zich af. Ja, ik denk dat veel zal afhangen van Sven Nys. Wat gaat Sven Nys doen? Ik denk dat Sven op dit moment toch de beste man in de wedstrijd is. Als Sven Nys de register blijft opentrekken, denk ik dat het gaat moeilijk worden voor Kevin Pauwels. En Klaas, die lijkt wel al een berensterke wedstrijd bezig. Weer helemaal terug. Ja, Klaas vindt natuurlijk zijn parcours, maar ja, we hebben dit jaar een super Sven Nys. Dus het gaat moeilijk worden. Ik zeg niet dat het onmogelijk is. Maar veel zal afhangen, denk ik, van hoe is Sven Nys in de finale. Wat een chaos hier, hè, in de materiaalpost. Ja, het is ongelooflijk. Het is hier ieder jaar zo. In feite kunnen ze de post toch eigenlijk langs dubbele kanten eigenlijk voorzien voor met spuiters, met karkers. Dus, maar goed, ja, het is de weersomstandigheden doen ook veel natuurlijk. Oké, maar terug naar de renners, waar dat echt om draait natuurlijk vandaag. Sven Nys en Klaas van Tornhout. Goed, en dank u Chris en dank u Mario de Klerk, de winnaar hier in 1998. De man die eindelijk eens voor een Belgische overwinning zorgde. Na zowat 10 jaar buitenlanders die hier wonnen, toen hier voor het eerst gereden werd op dat domein hier in Gaveren. Het was allemaal Pontoni, Groenendaal, wie was het nog allemaal die periode, Frischknecht, dat de klok sloeg. Ook Wim de Vos, de Nederlander, heeft hier nog gewonnen die jaren. Bramati was dan tweede. Van België geen sprake. Wel, Mark Janssens was tweede. Zoals Van Nys, eind jaren 90 ook al eens tweede. Maar Nys heeft het ook jaren over moeten doen om hier goed te zijn. Ik denk dat hij toch een keer of 5 hier gereden heeft. Het is ook niet niks voor hij kon winnen. Ja. Het is ook een van de zwaarste crossen die we heel de winter krijgen. Hè. Koppenberg is heel zwaar, dit is heel zwaar. Een kokzijde is ook heel zwaar. Totaal is anders, zand. Maar zand is ook heel zwaar om in te rijden. Dat kun je zomaar niet even overbruggen. En dat probleem zien we ook nu met Lars van der Haar natuurlijk. Hè. Lars is ook nog jong. En oké, hij kan een heel goede conditie hebben. Maar dit is, zoals Wels ook al aankondigde, het is weer heel, heel zwaar dit jaar. Hij zegt misschien de zwaarte, maar we hebben het hier nogal zwaar gezien. Zeker zo zwaar als nu.
Ja, dan moet je de tijd hebben. Hè. Allemaal moeten rijpen een klein beetje. En ook Lars. We zagen Peters en Albert in vijfde en zesde positie over de streep komen. Ik ga hier even verder volgen aan de finishlijn waar ik nu Bart Arnouts als zevende zag passeren. Ook Van Amerongen is hier nu met Taramarka. En Lars zijn nog altijd heel, heel vinnig optrekt. Hè. Ja, we zijn een stijl een beetje. Hè. Vorige week op het podium. Hè. Allereerste superprestige podium voor Lars van der Haar. Niet slecht voor iemand van 21 jaar oud. Komt hier nu de streep voorbij. Maar deze mannen, de twee koplopers, Sven Nys en Klaas van Tornhout, zijn al zo'n 500 meter verder. Hè. Ik denk dat ze stilletjes verder van Pauls aan het weglopen zijn. Of rijden, denk ik. Ik denk dat Pauls geprobeerd heeft om toch even een tusseninspanning te doen en op die klim om proberen nog naar Nys en Klaas te rijden. Maar Nys had het gezien en is na die beklimming even doorgegaan. En ik denk dat het gat wel een klein beetje groter geworden is. Je ziet de loper Bart Welles nog altijd niet opgeven. Hij is een goede wedstrijd aan het rijden. Ja, een heel goede zaak aan het doen, zeker en vast. En is nog niet zeker van die vierde plek, zolang dat ik Pauls in het vizier houdt. Dan denk ik dat dat mogelijk is voor die derde plek. Ja. Ik zeg ook even dat Niels Wubben als 11e doorgekomen is. Duval als 12e. Een andere Fransman, Boulot, als 13e op dit ogenblik. En voor de rest is nog niemand anders gepasseerd. Het gaat hier een slagveld worden zoals elk jaar. Maar dit jaar is het echt wel extreem. Jan de Nieuwelaren komt nu aan de streep voorbij met Sven van Toornhout. Zij pakken nog de laatste superprestigepunten wanneer zij in deze posities blijven rijden. 14e de Nieuwelaren, 15e Sven van Toornhout. Het is ook traditioneel dat hier meestal maar 2/3 van de renners ook binnen de ronde blijven van de winnaar. Hè? En soms minder. Ja, zeker toen Bart Welles hier is won, dan zijn ze met niet te veel renners. Dat was extreem. Gefinished. Ja, dat is heel extreem. Opletten. Het zijn acrobaten. Ja, het is gewoon de fiets onder controle houden. Hè. Het is eigenlijk heel simpel. De fiets rijdt een uur rond. En jij moet zien dat je de fiets onder controle kunt houden. Rob Peters, ook een goede wedstrijd bezig. Mag gezegd worden. Ja, hij is in vijfde positie. Hij rijdt daar weg van Niels Albert. Ja, wegrijden, inderdaad. Nu begint hij aan de afdaling. Heel beneden. Chris? Wel, ik sta bij Jan Verstraeten, de ploegleider van Sven Nys. Wat wil je hem toeroepen als hij hier straks passeert? Hij moet vooral nu de druk blijven zetten op Klaas. En ik denk dat hem dat ook aan het doen is. Het is vooral zaaks, denk ik, van geen materiaalpech te hebben nu. Want er is al heel wat materiaal verinnerweerd. Dus je mag zitten waar je wilt. Ik denk dat dat op deze moment het belangrijkste is. Voor de rest geeft Sven een hele sterke indruk. Kan je dat? Opletten voor je materiaal? Voor materiaal vooral. Dat is hetgeen dat Sven volgens mij kan nekken vandaag. Oké, okay, heel duidelijk. Jan Verstraeten vol vertrouwen naar die laatste ronden toe. Ja, en Kevin Pauwels die de rug recht maakt. Ja, dat is de lastigheid van het parcours. Maar ik denk dat we weten dat Pauwels daar toch af en toe meer last van heeft. Maar ja, wat kun je doen tegen dit parcours? Dat is dat weet je al dat je morgens opstaat, dat er hier na een half uur gaat pijn doen. En dat je gaat gebroken zijn. En dan daar gisteren er nog bij. Ja. Maar het is voor iedereen. Hè. Ja. Ik ga hier zo pas een halve ploegmaat van Sven Nys, Martin Zlamalik, doorkomen als 19. Zlamalik die voor de wedstrijd een verkenningsrondje deed en zei van ik ga eens zien hoe gevaarlijk het hier ligt en dan beslis ik wel of ik start of niet. Had eerder op het seizoen zijn sleutelbeen gebroken. Dat is hersteld nu, kan terug fietsen. Maar ja, wanneer je opnieuw op die sleutelbeen valt, dan is het seizoen echt wel helemaal de vaantjes. Maar alles is nog goed in de wedstrijd. 19e positie. Reed daar samen met de kampioen van Spanje, Isaac Suarez, die als 18e doorkwam. Suarez die hier is omdat hij zijn ploeg rijdt voor BioRacer, een Belgisch bedrijf. Spaans ploegje met een Belgische sponsor. Gaat dat bedrijf ook bezoeken nog verder deze week. Ja, en die eerste twee zijn voorbij. Het kritieke punt voor de versnelling. Dus we zijn weer in de ronde verder. De spaart van Technik. Ja, inderdaad.
deze twee geen problemen gehad. En ook Pauwels en Welles geen probleem. Voor alle duidelijkheid, we zijn in de zesde ronde. We hebben hier 8 ronden te gaan. Dus we naderen zo langzaam aan de ontknoping. En het mag duidelijk zijn, de man die alle kaarten in handen heeft, is de man die daar aan de leiding rijdt, de kampioen van België, Sven Nys. 36 maar aan het seizoen van zijn carrière misschien wel bezig. Ja, Joost Kulik is zijn voorsprong uitvergroten op deze Kevin Pauwels. Ja, hij weet ook wel dat Klaas, hij gaat Klaas nog een tijd meenemen. En Klaas weet ook wel, de wedstrijd is hier bijna gereden. Want Sven, ja, Sven gaat hier normaal gezien, als alles goed mee zit, de overwinning nemen. En Pauwels gaat misschien daar nog vierde worden. Dat kan ik ook met mijn eigen slagen stoppen. Ja, het zal ervan afhangen wat Bart Welles doet. Hè, want hij zit vrij dicht bij Kevin Pauwels intussen. Chris? Ja, wel, extra vrij dicht bij zijn vader, Lucien Welles. Wat een wedstrijd van Bart Welles, zeg. Nou ja, ik had vandaag mijn gedachten naar Gaver gekomen, top 5. Dan zijn we gelukkig. Nu zit er voor een ogenblik nog top 3 in. Maar ja, het is nog niet. Het einde is er nog niet, maar we zijn tot nu toe zijn we dan goed op weg. Ik laat u verder werken, want de schouwers, er is meer dan werk genoeg. De toeschouwers hier rond die materiaalpost hebben extra schouwspel gekregen. Dat is wel heel duidelijk. Albert is hier gepasseerd op een minuut. Een minuut, alsjeblieft. Ja, op een minuut. Maar al bij al nog altijd in zesde positie. Dat is, dat is niet zo slecht natuurlijk. Dat is heel goed zelfs. En het is op de tanden bijten voor Klaas van Tornhout. Maar hij hangt er nog aan en zijn fiets functioneert ook nog zoals het moet. Kom, meewerken, zegt hij. Dat gaat niet lukken, denk ik. Dat gaat niet pakken, volgens mij. Maar nee, ik moet wachten op Kevin, hè. Ja. Hij doet het toch, maar ik denk niet dat dat met de volle overtuiging gaat zijn. Nee. Klaas, Klaas kijkt achterom. Pauwels is niet te zien. Ik hou mijn been even stil. Maar ja. Dat is ook heel moeilijk voor Klaas natuurlijk. Klaas heeft als kopman Kevin. Kevin komt niet. Wat moet ik doen? Mag ik doorrijden? Mag ik van mijn eigen gaan? Ik ga geklopt voor de Nys. Een heel moeilijke situatie voor Klaas, hè. En nu eens kijken. Gaat Bart Welles hier proberen tot bij Kevin Pauwels te rijden? Maar die gaat uiteraard niet wachten op Bart Welles. Heeft hier alle tijd om te kijken natuurlijk. Om te zien van... Ja, komt hij dichter, komt hij niet dichter? Hij komt zeker en vast dichter. Het is een seconde of 4-5. Ja, ik dacht zelfs dat Bart er net zelfs iets korter zat. Ja. Bijna op het wiel, dus het is om en om, hè. Ja, Klaas toch met de kop nu, hè. Ja, je weet maar nooit hoe goed het kan gaan. Klaas van Tornhout moet ook doorzetten en we wensen het niemand toe. Maar ook Sven Nys kan wel eens fatale problemen krijgen. Nu, wanneer dat in deze ronde zou gebeuren, dan zie ik Sven Nys op zijn dode gemak nog terugkomen. Ja. Hier 7e plaats voorlopig. Bart Arnouts 8e plaats. Thijs van Amerongen 9e plaats. Julien Tarmarca. En deze renners zijn veel verder. De lopers. De lange stelte van Klaas van Tornhout. En dan Sven Nys. Ja, hij is toch goed, hè. Hij is goed. Hij is, Klaas bedoel ik dan. Ja. Hij is toch goed, hè. Ja, het is ook in deze moment van deze wedstrijd dat Klaas er ook van moet profiteren. Hij is ook een moddercrosser. Hij kan heel zware rebbetswedstrijden aan. Zijn kopman zit nu toch voorlopig in derde positie. Dus alles is redelijk goed geregeld. En hij gaat toch proberen misschien zijn eigen kansje te gaan. En hij moet het ook in deze wedstrijden doen, hè. Hij moet het alleszins proberen, Chris. Hoe groot zijn de kansen van Klaas van Tornhout? Ik vraag het aan de manager, de ploegmanager, Jurgen Mettenbeneren. Ja, op het moment is het 50-50. Al denk ik dat Nys misschien toch wel een tikkeltje beter is. Maar goed, Klaas loopt het meestal dicht opnieuw. Dus op dit moment zou ik zeggen 50-50. Maar het kan wel natuurlijk wel snel veranderen. Het is gevaarlijk, denk ik, de komende periode. Als... Gelooft in winst? Uiteraard. Maar ik denk dat Nys binnenkort een keer in de medaille gaat plaatsen. En dat belangrijk zijn voor Klaas om niet te beantwoorden. Oké, dat is duidelijk. Bedankt, Jurgen met de penningen. Dat is duidelijk, denk ik, hè. Ja. Daar zit natuurlijk een beetje waarheid in. Hè. Nys heeft de koers volledig onder controle samen met Klaas.
En zoals jullie gezegd, wanneer gaat Nijs zijn fatale gym doen? En ik denk dat dat iets voor de laatste ronde gaat zijn, hè, op die beklimming. Zijn sterke punt ook. Ja, het is ook daar dat hij weggereden is, daarnet van alle anderen, was voilà, op die beklimming. Voilà. En toen hij daar zo indrukwekkend won, een jaar of vijf geleden, was eigenlijk, hij kwam boven en dan ging hij daar nog door. Ja, dus ik denk dat hij voorlopig Klaas gaat meenemen, dus om de wedstrijd ook een beetje spannend te houden voor iedereen. Ook omdat Klaas heel goed is natuurlijk, hè, want je moet hem ook kunnen afrijden en dat is ook al een probleem, denk ik. Omdat we met een hele goede Klaas zitten. Ja, hij doet het toch wel. Kevin, toch fiets echt goed onder controle houden. Hè. Ja, maar... Schuiven en toch onder controle houden, dat is toch een... Kijk, dat wil toch ook wel zeggen dat de conditie redelijk goed is. Hè? Want als je echt slecht bent, dan zit je op je limiet en dan val je. Punt. Leuk. Kevin Pauwels is ook iemand die houdt van zo'n spectaculaire afdalingen. Heeft ook een downhill mountainbike. En hij is toch ook een klein beetje voorzichtig de kloof laten. Hè? Het gaatje laten om niet over Klaas te vallen. Moest Klaas vallen, dus heel verstandig. Maar alles gaat afhangen van de laatste. Zoals we hem al gezien hebben, denk ik. En, waarom moet Nijs ook meer krachten verspelen dan nodig zijn? Dat is ook al een vraag. Het seizoen is nog lang. Het is al zwaar geweest en het zal nog zwaar worden. Het is ook vroeger beginnen regen dan verleden jaar. Verleden jaar hebben ze heel lang droge crossen gehad. Toen was het hier pijlsnel eigenlijk. En nu zit ze hier echt te dabberen, zal ik maar zeggen. En het zal dabberen zijn tot in Oostmalle. Het is ook dat het verschil maakt een beetje voor Kevin Pauwels, die vorig jaar verder stond. Maar het heeft heel lang gezomerd. We hebben lang moeten wachten op zware crossen vorig seizoen. Ja, dat mogen we zeker niet vergeten. Zoals ik net zei, het heeft heel lang droog geweest verleden jaar. In het voordeel van Kevin gespeeld, nu niet meer. Ligt het misschien daarom dat Pauwels net iets minder is? Het kan ook. Het zal zeker zijn rol spelen. Ja, we weten dat Kevin het van het droog moet hebben. Hè. Zoals ik ook al zei, Nijs is een zware tegenstander vandaag. Albert is een zware tegenstander en het slijken. En je kan je niet inbeelden hoe zwaar dit is om dit is behoorlijk te rijden. Ik kan het me goed inbeelden, want ik heb hier nog serieuze scheten gelaten bij meneer van spreken. Niet normaal hier, hè? Ja. Echt heel zwaar. Pauwels terug tot in het wiel van Bart Welles. Dan wordt hier nog een pittig duel voor die derde plaats ook. Maar wel omgekeerd al, hè? Dus dat geeft Bart Welles wel heel veel moed natuurlijk, hè? Ja, maar daarnet was hij zelfs iets uitgelopen op Kevin Pauwels. Ja. Voorlopig geen probleem. En die dame links in beeld heeft geen koud precies. Ja, en nu heb ik dan toch weer even de indruk. Als ik dan Klaas en Nijs omhoog zie rijden, dan Nijs het even heel moeilijker heeft. Of toch een van de moeilijke ronden heeft ten opzichte van Klaas hier in die beklimming. Kan ook een vals beeld zijn. Hè? Ja, ik durf daar gewoon niks over zeggen. Want, nee, maar ik voel de benen klein beetje. Hè. Je voelt ook als je zelf in de wedstrijd gereden hebt vroeger, dan voel je ook wel wat die mannen voelen. En ja, als Klaas dan net een iets beter spoor heeft en hij rijdt dan een halve seconde rapper omhoog, dan heb je het gevoel van, Klaas is precies een beter. Hè? Met een tegenstander rijdt hij precies beter omhoog. Maar dat kan van een factor afhangen van net iets harder een ondergrond, links of rechts. Want uiteindelijk zit op dat weggetje eigenlijk, is dat kiezel eigenlijk, hè? Dat is toch een stenen ondergrond. Wat dat ook maakt dat die versnellingen afbreken. Dat steentje raakt mee in een derailleur, ketting blokkeert, versnelling rond, afgebroken. Dus als je net op dat stukje rijdt waar het iets harder is, ja, dan rij je een halve seconde rapper. Ja, dat is niet vertraagd, hè. Dat is gewoon... het is niet waar. Kijk, ik denk dat die fietsen op zijn. Hè. Ja, die fietsen zijn van Bart, denk ik. Hè. Man. Dat is ook nog verder, dus misschien heeft hij nog wel één, maar... Deze is toch wel een vrije diesel, hè? Ja, hij had het twee ronden geleden al voor. Ja. En zijn ploegmaat Van Amerong heeft het ook voor gehad. Maar, dan zie je ook wel, 1 en 2 hebben het nog niet voor gehad. Dus, jawel, toch wel, Klaas van Toorn natuurlijk, de allereerste ronde. Ja, inderdaad, Klaas Nijs niet. Dat bepaalt toch ook wel, hoe beter de vorm, zeggen ze heel dikwijls, hoe minder de stukken ook. Hè. Ja, maar het is droevig. Ja, het is ook het ongeluk, hè. Het is gewoon geluk of ongeluk hebben. Ja. Terwijl deze twee naar het einde gaan van de zesde ronde. Nog twee. Nee, nog één ronde gaan we te gaan. Ja, het gaat nu moeten gaan gebeuren. En het zal gebeuren.
Want ik denk niet dat Nijs gaat proberen een sprint aan te gaan met Klaas. Normaal gezien mag dat geen probleem zijn, maar ik denk dat Nijs graag alleen gaat toekomen. 55 minuten zijn ze onderweg. Ja, zelfs de beloften hebben ook hier 55 minuten gereden. En dat is toch wel veel voor die toch wel jonge mannen. Laatste ronde voor Nijs en Van Tornhout. Ik denk dat Klaas al heel blij is dat hij hier zit. En je weet maar nooit, hè, je weet maar nooit. Ja, ja. Heel verstandig gaat hij nu naar de leiding. Dat is wel goed. Hij gaat op de gevaarlijke stukken, omdat hij weet dat hij misschien toch iets minder technisch is dan Nijs. En Nijs daar al onder druk zetten van, oké, hier kun je al niet wegrijden van mij op dat technisch stuk. Ja, hij speelt het slim. Maar de vraag is, gaat dat voldoende zijn? Hè? Want ik denk dat Nijs ook geen dommerik is. Hè? Niet echt, nee. Nee, ik denk het niet. Hij heeft al genoeg gewonnen in zijn leven. Het is hier ook al voor de 17e keer dat hij hier bij de profs start in deze wedstrijd. Dus hij kent het hier door en door. Maar hij heeft wel... Allee, Klaas heeft heel groot gelijk. Hij moet het ook zo spelen. Hè? Het zou ook heel dom zijn moest hij het andersom spelen. Hè? En Nijs hier die laatste ronde op kop laten rijden. En dan zelf vallen en dan Nijs moet laten rijden. Dus... Hij moet het gewoon anders, of hij moet het gewoon zo spelen. Hè. Hij doet dat heel goed. Hè. En lopen mag geen probleem zijn voor Klaas. Nee, nu gaan ze naar dat loopstuk terug. Het gaat beslist worden in de laatste hellingen, zoals we gewoon zijn en ook wel verwachten eigenlijk. Hè. Of er moet iets gebeuren in de afdaling natuurlijk, hè, de gevaarlijke afdaling. Dat is natuurlijk, dat kun je niet wegcijferen. Hè. Dat is, als je daar de fiets laat gaan en hij gaat weg, ja, dan heb je tegenslag. Alleszins, we hebben hier toch al verrassingen gezien vandaag. Een van de verrassingen is alleszins dat Niels Albert, die we hier toch als de grootste concurrent van Sven Nys verwacht hadden, een slechte dag heeft gewoon. Nu, op een slechte dag toch nog in zesde positie rondrijden, dat is knap natuurlijk. Het kan misschien aan Chris liggen. Met aan mijn tante vragen voor de cross. Hè. Het was een beetje stress een gekregen. Hilarisch interview wel eens. Ja, ja, zeker een last. Maar ja, dat is ook tof. Hè. Dat voelt ook aan dat Niels er toch een klein beetje mee zit. Dat is ook logisch. Hè. Hij wordt altijd geconfronteerd met een hele goede Sven Nys. Ja, die is 10 jaar ouder als jij. Dat is zo precies van, dat is een oude die van nu wint. Ja, het is logisch dat ook daar wel eens die blijft haperen. Maar gelukkig zonder veel erg. Maar hij was daar wel aan het wegrijden van, of aan het weglopen allicht van Kevin Pauwels. Ik denk dat we de Bart op de derde plek gaan krijgen hier, hè? Podium. Heel lang geleden. Ja. Jij kan dat opzoeken. Ik kan dat zeker wel ergens vinden, maar ik weet dat hij in Middelkerk nog op het podium gestaan heeft, een seizoen of twee geleden. Dus eigenlijk toch maar 2 seizoenen geleden. Dat valt dan mee. Maar de laatste keer dat hij een superprestigewedstrijd gewonnen heeft, Bart Welles, dat is al 7 jaar geleden. Mm-hmm. Dat is, Maar ja, nu spreekt hij ook van winnen. En als je al ziet dat de wedstrijden ook maar verdeeld worden onder 2 man of 3 man, ja, dan is het ook heel moeilijk om te winnen natuurlijk. Hè. Ja, maar je moet zo... We zitten al het hele jaar te zeggen van de grote 3, Pauwels, Albert en Nijssen, verdelen alles onder elkaar. Ik heb zoiets te kijken. Eigenlijk heb ik nog maar 3 wedstrijden gezien dit jaar waar die 3 man op het podium stonden. Dat was Ruddervoorde, Ronsen en Hasselt. Maar dat is, dus er zijn toch nog wel andere renners ook die meden. Hè? Ja, dat is dan Pauwels. Dus het foutje van Pauwels eigenlijk. Hè, die de conditie nog niet echt helemaal onder de knie heeft. En, want normaal is hij de derde man. Het ligt niet aan Niels en aan Nijs. Hè. Dat er met onze podium komt bedoel ik natuurlijk. Ja. Hè. Dus. Deze man heeft al redelijk wat podiumplekken gepakt dit jaar ook al. Klaas van Tornhout was 2e in Pilsen. Dat was een beetje zijn beste wedstrijd tot dusver. Vorige week ziek. En nu opletten, hè. Ze gaan daar naar die laatste beklimming. Eerst en vooral, ze moeten pechvrij blijven, allebei. En dan eens kijken, gaat Sven Nys hier broeden op die demarrage? Of gaat hij het op een spurt laten aankomen? In theorie schat ik Sven Nys wel veel sneller in de spurt dan Klaas van Tornhout. Maar mocht ik Sven Nys zijn, ik zou het toch niet riskeren. En ik zou toch niet op een spurt wachten. Ja, Klaas heeft een keer op 4-5 achterom gekeken. Misschien wel iets gezegd, ik weet het niet zeker. Maar hij heeft een proberen op te vangen. Moest hij een demarrage plaatsen. En momenteel lukt dat heel goed. Alhoewel, hier gaat Nys dan toch. Hè. Nys gaat over Klaas. Hij voelt het. Hij gaat demarrage inzetten.
Hopelijk blijft de versnelling heel. En hij moet recht blijven, hè? Ja, hij moet recht blijven. Tuurlijk, maar even, hij gaat het niet doen. Daar zaten we op te wachten. Ja. En okay. Nu is het aan Klaas, hè. Kijken we hier naar Sven Nys, zoals hij. En moet lopen. Dat is dat. Hij loopt weer heel goed, Klaas. Ja, ja, hij gaat hem voorbij. Hij gaat hem proberen voorbij te lopen. Dit is niet te geloven. Dit is niet te geloven. Hij duwt hem bijna opzij. En nu een spurt naar boven van Klaas van Torre. Verrassend is dit alleszins wel. Nys gaat antwoorden. Nys gaat antwoorden als ze op de fiets gaan springen. Voilà, voilà. Kijk. Ja. Hij gaat gewoon antwoorden. Wat een bluffpoker van Klaas van Torre. Maar het is goed bekeken. En nu, die verstelling moet recht blijven. Maar dit is hier nu een demarrage van Sven Nys. Hij kijkt, Tom. Doorgaan. 2 meter heeft hij. 3 meter. Maar Klaas van Turnhout is niet aan het kraken voorlopig. Hij kraakt niet. Nee, hij blijft daar in het wiel hangen. Hè. Knap werk van Klaas van Turnhout. Ik dacht, het is alles of niks. Demarrage daar al lopend. Gaat daar nu voorbij Sven Nys opnieuw. Heel slim van Nys eigenlijk. Heel slim, hè. Het is hier een beetje zoals in, kijk, kijk, in Zonhoven. Hij duwt een beetje weg. Ja, hij heeft niet echt geduwd, maar toch... Nee, maar ja, dat noemen wij wel duwen. Het was meer in zijn gedachten duwen dan duwen. Ja, maar ja, oké. Okay, maar dat is niks. Maar we gaan het spannend houden en we gaan het spannend maken, zegt Nys. Heel goed gezien. Maar Nys is in theorie sneller. Kan ik nog gisteren? Ja. En die, ik had het gevoel dat de mechanicien van Klaas van Turnhout ook nog even een beetje treuzelde. Zo. Ja. Op zo'n Mario de Klerks. Ja, ja. We gaan aan een sprint. Dit wordt sowieso weer spannend. Nagelbijten. En kijk, al het volk staan. Ze gaan hier wat meemaken. Ze gaan hier wat meemaken, want Van Turnhout is hier het gaatje aan het groter maken op Nys. Ja. Nys mag niet meer wachten. Hij moet opletten voor het publiek ook. Sterk, heel sterk. Maar Nys komt terug dichter. Hij komt terug dichter. Alleen zien dat ze niet lekker rijden, want ze moeten daar nog een keer of twee over zo'n brokturke rijden daar achter de hoek. En hier, deze man gaat naar de derde plaats rijden, Bart Welles. Hij is voorbij Kevin Pauwels gegaan. Geen probleem, Welles op weg naar het podium ook. Een blije Lucien Welles daar nu, rechts in beeld. En nu gaan we zien wie dat er achter de bocht hier staat. Ja, hier zijn ze weer. Samen. Nog altijd samen. Mm-hmm. En dat nu? Ziet er dan voorlopig voor Klaas van Turnhout niet goed uit. Ik denk het ook niet. Opletten man, ga daar weg. Maar je weet nooit niet. Hè. Ik heb Van Zandvliet ook koersen in de sprint weten winnen, crossen. En Van Zandvliet was ook een strijkijzer. Hè. Dat is... Het hangt ook een beetje van de condition nog af, hè. De vorm. Hè. Ja, we zien ze hier voor onze neus passeren. Ze rijden nu op een dreef parallel met de aankomstlijn. De beukendreef hier in het Warandenpark. Op wie zetten we ons geld? Wel, ja. We moeten objectief en neutraal zijn, maar ik zet mijn geld toch op Sven Nys voorlopig. Maar als hij wint, zal het zwaarder zijn dan hij ooit had kunnen denken. Ja, ja, omdat maar in theorie is hij sneller. In theorie is hij sneller. En je weet maar nooit. Je weet maar nooit. Dat is het feit dat Klaas heel goed is. Hè. Laatste rechte lijn. En zo lang is die laatste rechte lijn niet, maar toch lang genoeg om er een echte spurt van te maken. Nu zien dat geen. Hij komt. Ja, hij komt. Goed mag niet uit het klikpedaal schieten. Geen probleem. Nee. Sven Nys is snel in de spurt. Klaas van Turnhout bij zijn tanden stuk, maar hij geeft zich gewoon een verdorie, zegt hij. Tranen bijna. Het verwachtte zijn naam. Ja, maar dat hadden we... toch wel knappe we strijd. Doen. Knappe we strijd. We moeten van doen, allebei. Knappe wedstrijd van Sven Nys en van Klaas van Turnhout. En deze man opnieuw naar het podium. Bart Welles, derde hier in zijn Gaveren, waar hij al zo vaak goed gereden heeft. Won hier 2 keer, maar die eerste keer is al 10 jaar geleden. Tweede keer die genante overwinning daar met 3 minuten voorsprong, 9 jaar geleden. Maar hij staat er nog altijd. Bart Welles. Ja, wat het ook onderstreept dat goed hij dit voor zijn seizoen, sponsor. Ja, hij was dit seizoen ook beter bezig hè, dan vorig jaar. Dus dat bewijst het ook. Hè. Ja, een beetje wisselvallig, maar dit soort wedstrijden ligt Bart Welles absoluut. En hij is blij hoor met die podiumplaats. Is voorbij dat is een Kevin Pauwels gegaan. Het is een overwinning voor hem. Hè. Hij heeft dat gedaan in die loopstrook. Daar is hij weggereden. En Kevin Pauwels had dan niet meer de kracht of de motivatie om terug te vechten. Kevin Pauwels, de winnaar van vorig jaar, finished hier 4e. Hier is hij. Nu is het toch een beetje uitkijken naar Niels hè, voor het klassement dan eigenlijk. Want ik denk dat Rob Peters dan nog tussen zit. Voilà, Rob is hier. En die is ook blij met zijn 5e plaats dan, Rob Peters. Want 4e is Pauwels. En dan is het even wachten wie er uit de bocht komt. Ja, goede prestatie van Rob Peters, 5e plaats voor hem. En dan is het wachten op plaats 6. En dat zal maar Sven Nys, 4-4 dit jaar. Ja. Is er 1 keer in geslaagd 8-8 te halen in de superprestige.
Het zou straf zijn mocht hij dat opnieuw doen. En een glunderende manager, Hans van Kasteren, had dit jaar nog niet te veel reden om te glunderen. Proficiat Niels Albert ook met die zesde plaats. Niet gewonnen, heeft eigenlijk geen vuist kunnen maken tegen Sven Nys vandaag. Maar heeft de moed niet laten zakken. En hier de pechvogel, een van de pechvogels. Twee keer de derailleur afgebroken. Bart Arnouts, zevende plaats hier in Gaveren. En knap, de man die de eerste ronde voor zijn rekening nam, Thijs van Amerongen. Top 8. Ook pech had hij in het begin, ja. Met de versnelling. Ook een man die heel stilletjes zijn weg aan het zoeken is tussen die top 10, tussen de betere 10 zal ik zeggen. En voorlopig daar heel goed mee bezig is. En deze ook man als deze man. Ja, alle parcoursen aan kan. Hè. Zevende in Zonhoven in het zand. En hier vandaag negende, Julien Terremarca. Hebben we ook al gezegd, een man die bij de belofte ook heel goed was. Dus niet iemand, toch niet voor ons in het niets komt. Zeker vast niet. En ik zie hier al Niels Albert staan. Chris? Je ziet mij niet staan, maar ik sta er wel naast. Niels Albert, zesde plaats in Gaveren. Ik vermoed dat je er meer van verwacht had. Ja, ik was net zoals gisteren niet goed. En, ik had niks. Geen kracht, geen juiste bandenkeuze. Ik heb van alles geprobeerd. Gewisseld, harder, platter. En de benen wouden we gewoon niet mee vandaag. En slechte dag gewoon. Is er iets aan de hand met Niels Albert? Nee. Ik weet het niet. Het vlotte gewoon vandaag niet. Het is eigenlijk mijn eerste slecht weekend sinds Erpenmeren. Als dit het slechtste is van een heel jaar, dan moet ik content zijn. Maar ik trouwde gewoon niet gewoon deze weekend. Zowel gisteren als vandaag niet. En, dat wreekt zich op zo'n parcours. Niels Albert, één troost. Volgende week is het kokzijde. Jouw kokzijde. Ja, misschien wel, maar daar ga ik toch wel wat beter moeten heen dan vandaag, denk ik. Ik wens je daar heel veel succes mee. Bedankt, Niels Albert, om toch even tijd te maken om tot in deze interviewtent te komen. Ja, er kan natuurlijk soms onderhuids iets broeden. Ja. Je hebt dat nog wel bij renners die dan zo de week erop zeggen. Ja. Ik wou net zeggen, misschien morgen lees je in de krant, Niels Albert is ziek. Voilà. Dus en dan broed je daar al op van gisteren of misschien van vrijdag al. En dan kan je gewoon niet 100% zijn in het weekend. Dat is iets dat we heel vaak meemaken en heel dikwijls lezen ook. Hè. Een klein beetje zoals verleden jaar, zeker met Sven Nys ook. Ziek na het WK. En we zien hier nog de spurt tussen Nys en Van Tornhout, die werkelijk zijn tanden stuk aan het bijten is. Die mag morgen naar de tandarts, vrees ik. Maar Sven krijgt ook niet cadeau, zou nee, ik zijn nee, gezicht nee. Heeft er alles voor moeten geven, maar ja, toch wel knap hoor. Achtste overwinning van het seizoen voor Sven Nys. Tweede Van Tornhout, derde Kevin Pauwels. Chris? Kevin Pauwels, je eindigt hier net naast het podium. Had je er meer van verwacht? Op deze parcours niet echt, maar ik denk wel dat ik beter had gekund, want mijn rug was niet in orde. Oei, voelde je dat vooraf al? Niet echt, maar ik ben voor de koers ook gevallen nog eens, gisteren ook weer. En waar ik denk dat er weer werk aan is. Oei, je gaat toch op tijd klaar staan voor dat volgende weekend, hè? Want volgende week ook een dubbel weekend met Gieten en Kokzijde de dag ervoor. Ja, als een keer naar de kinesist gaan, dan zal het wel in orde zijn, denk ik. Goeie kinesisten zijn belangrijk voor veldrijders. Hoe heb jij de demarrage van Sven Nys beleefd? Op dat moment ging het niet om mee te gaan? Nee, ik zat al een paar toeren in het wiel van Sven. En, ik wist dat hij goed was van de vorige week. Dus. Maar dat lag iets te hoog. Er was niks aan te doen. Ondanks het feit dat je ploegmaat mooi voor jou zat. Dat was een mooi platform geweest voor jou. Ja, ik was het ook de hele seizoen al heel goed. Dus, dat is nog goed. Hoor. Okay, Kevin Pauwels, ik laat je naar de camper gaan waar je deftig kan omkleden. En ik probeer ondertussen bij Rob Peters te raken. Dat is niet zo eenvoudig in deze tent waar zes renners en zes verzorgers staan op 10 vierkante meter. Maar we zijn er bij Rob Peters. Rob Peters, een wedstrijd die je nog nooit goed hebt gereden, zei je vooraf. En kijk, hier word je dan vierde. Hè? Vijfde tenminste. Ja, de klimmetjes waar dat ik normaal iets te zwaar voor ben, waren nu lopen. En dat is nu eenmaal iets wat ik wel verteer. Dus elke keer als ik na een looppassage in een berg opsprong, voelde ik dat ik power over had. En als ik zo de rest wat zag schommelen,
sprong ik op en had ik zo nog iets van, allee, dat draait hier nog. En dan maak je gewoon het verschil en dan kom je nog boven met een redelijk fris gevoel. En ja, ik heb eigenlijk één fout gemaakt en dat is toen ze met een grote groep samen waren, ik denk de derde ronde, zat ik op mijn gemakske en ik dacht, oh, ik hang hier nog wel van achter, ik ga niet meer liggen wringen. En Sven Nys trekt door, denk ik. En ik mis daar de slag. Je kan hier op je gemakske zitten in Gaveren. Dat wist ik niet. Ja, ik zat op mijn gemak. Ja, raar. Maar ik had een goede dag, denk ik. Proficiat met je prestatie, Rob Peters. Lisa en Elodie zijn daar kussen aan het geven aan Klaas van Tornhout. Die staat op het podium als tweede hier in de Hans Grohe superprestigewedstrijd van Gaveren. Bart Welles, derde geworden. En hoor maar het applaus voor de winnaar. Man, man, man. 59ste superprestige-overwinning al voor Sven Nys. Het is niet te geloven. De 8e keer dat hij hier in Gaveren wint, dat is... De lijstjes van Sven Nys, ze blijven... Ja, maar ja, zo kan ik niet lang staan, hè. En de mensen blijven ervoor komen. Hè. Kijk maar eens hoeveel volk hier toch wel staat voor, om de winnaars te bekijken. Ik vraag me alleen af dat die Mel die douchekoppen gaat blijven. Ja, ze mogen die, ja. Hij zal... Zal ze inwisselen misschien, hè. Ja. Om een hele chique en een hele grote. Hij zal veel vrienden en familie hebben. Of veel badkamers. Kan ook. Ja. Alleszins straf wat hij hier nog maar eens gedaan heeft. Hè. Dit is het podium. 1 Sven Nys, 2 Klaas van Tornhout, 3 Bart Welles. En dat was helemaal niet het podium dat we zouden verwacht hebben hier voor aanvang van de wedstrijd. Nee, weet je wat ook het mooie is? Aan Sven Nys eigenlijk ook. Hij blijft dat ook altijd verwonderlijk vinden. Hè. Hier de volledige uitslag. Kevin Pauwels is op 4, Rob Peters 5, Niels Albert 6, Bart Arnouts 7. 7 Belgen vooraan. Het is niet nieuw natuurlijk, maar de laatste weken zagen we toch af en toe eens een buitenlander wat hoger in de uitslag staan. Nu is Thijs van Amerongen de beste buitenlander, 8e. Julien Tagemarca 9e en Lars van der Haar pakte de 10e plaats. Voor nog een Fransman en een Amerikaan, want ik denk dat Duval 11e was. En Jonathan Page heb ik als 12e zien binnenkomen inderdaad. Page die nog sterk terugkwam in de laatste ronde. De Nieuwelaren 13e voor Sven van Tournout en Jim Arnouts. En helaas geen superprestigepunten meer voor Patrick van Leeuwen, Zlamalik, Suarez, Petrus en Pinkston. 20 man, wel... Er zijn hier gewoon 20 renners binnengekomen, geen 21. Dus we zijn hier met 35 crossers gestart. 20 renners hebben de wedstrijd uitgereden. Ik heb hier in de laatste ronde bijvoorbeeld Niels Wubbe niet meer zien passeren. Boulo, De Knecht, allicht ook allemaal uitgevallen met pech. In beeld hebben we gezien dat er al brokken waren voor Van Tornhout, voor Baastaans, Van Amerongen, Simunek, Baastaans, wie nog allemaal niet te doen. Dit is hier het klassement in de Hans Grohe superprestigewedstrijd. Prestige na 4 van de 8 wedstrijden. Sven Nys, dus autoritair aan de leiding, 60 op 60. Dat is indrukwekkend. Niels Albert heeft wat pluimen moeten laten vandaag. Volgt nu op 8 punten. Dat ziet er voor Sven Nys nu al zeer goed uit. Kevin Pauwels komt terug een beetje beter in beeld. Volgt op 4 punten van Niels Albert. En dan is de kloof al groter natuurlijk. Van Tornhout op 4. Die is serieus opgeschoven, want die stond 6e. Bart Arnouts 5. Die blijft waar hij stond. En Lars van der Haar, die zakt 2 posities. Dus haasje overgedaan met Klaas van Tornhout. En de rest leest u wel. Maar dat is al veel verder af van de winnaars. Het kasteel Grenier. En hier het volk dat naar de auto's zal gaan. En met vuile voeten. Er gaat hier nog veel moeten gekuist worden. Ook door de werkmensen van de organisatie. Chris, jij hebt nog hoofdrolspelers bij je, mag ik hopen. Ja, Bart Welles, een hoofdrolspeler in een klassieker als Gaveren. Dat moet hem deugd doen. Ja, dat is mooi. Hè. Ik heb altijd graag naar hier gekomen. En ik heb hier al heel mooie momenten gehad, ook al heel slechte momenten. En vandaag was hij een van mijn betere. Dus ik voelde direct van in het begin dat goed zat, dat ik goede benen had. Mijn vader en mijn mechanicus worden aan het roepen, niet zo zot, maar ik kreeg echt niet door de eerste twee rondes. En
ik wist van als Sven komt en als Niels komt, dan gaat de koers openbreken. En ja, toen de moment als Sven kwam, wist ik dat ik mee moest gaan. Jammer genoeg kon ik net niet over Bart Arnouts in de klim en die reed aan zijn verzet in het wiel. Dus verloor ik heel veel meters en dan wist ik van, ik ga mijn eigen tempo moeten zoeken en dan proberen op te schuiven. Je hebt een goede start genomen en dat zien we niet elke week van jou, hè? Nee, maar het was hier wel belangrijk. Hè. En, ja, het lukt niet elke week en ja, vandaag wel. En dan is dat mooi meegenomen. Dan moet je die energie al niet verspelen in het begin. En ik voelde direct van in het begin, ik liep en ik reed redelijk snel naar de leiding zonder eigenlijk over mijn toeren te gaan. En dat gaf mij vertrouwen en ja, direct het gevoel dat het heel goed zat. Wist je dat je nog bij Pauwels kon geraken en er nog over geraken ook? Ik voelde dat ik er naartoe geraakte. Op het moment eigenlijk dat Sven vol een bak gaat, dan kon ik eigenlijk vrij vlot mee. Maar toen reed Bart Arnouts een beetje in de weg door ook door zijn versnelling in het wiel te rijden. En toen wist ik van toen dat ik eigenlijk 60, 70 meter achter was van ik moet gewoon mijn eigen tempo rijden naar Kevin. Ik wist dat ik in het lopen sterker was. En ik wist van naartoe kan ik er wel. Ik wist niet dat ik hem eraf kon rijden en lopen. Maar ik heb het wel geprobeerd en het is gelukt. Sven Nys pakt 4-op-4 in de superprestige, zoals jij. Had je dat gedacht voor het seizoen dat nog mogelijk was? Een 4-op-4 voor Sven Nys? Nee, maar we zeggen dat al een paar jaar. Van elke keer dat we aan het seizoen beginnen, dan zeggen ze ja, heeft Sven Nys geen te zware zomer met zijn mountainbike. Maar hij bewijst elk jaar, keer op keer, dat hij op een topsportman is net als ons. Maar dat hij net dat tikkeltje meer is en dat hij dat wel kan. En ja, je ziet dat hij gewoon de sterkste is van onze generatie. En dat is mooi voor hem, natuurlijk minder voor ons. Maar dat wil wel zeggen dat hij heel sterk bezig is, net zoals de vorige weken. Bedankt Bart Welles, bedankt om weerwerk te bieden aan die Sven Nys al die jaren lang. En een man die vandaag het langst weerwerk heeft geboden, tot bijna op de streep, Klaas van Tornhout. Had je dit van jezelf verwacht vandaag? Wow, ik weet, ik ben al heel het seizoen op een heel hoog niveau bezig, heel constant. Vorige week enkel een dipje gehad met de ziekte. Dan nog was ik zesde. Dus bewijs ik dat ik in een heel goede doen ben, een heel goed jaar bezig ben. Gisteren was ik ook heel goed, maar op zo'n omloop kan ik toch niet echt voor de overwinning strijden. En heb ik een beetje laten begaan dan maar en de vierde plaats behaald. Maar vandaag is een heel zware cross, een cross die me wel ligt. En ik was erop gebrand, ik was gemotiveerd en net niet. Het is gewoon, we zitten met een superieure Sven die gewoon sterker is. En dat is gewoon een spijtige zaak nu voor mij. Je geloofde erin, hè? In die laatste beklimming ook. Je liet je niet zomaar opzij zetten. Ja, ik moest iets doen. Sven had me net voor de helling op een linker manier voorbijgestoken. En het enige wat ik kon doen was hem voorbij lopen. Hij was totaal verrast, denk ik. Het was een mooi duel. Het was niks fout mee, maar... Een klein beetje opzij geschoven, of wat was dat? Well, ja, Sven ging een beetje naar binnen en ik liep tegen de koord. Dus ik moest iets doen of ik zat over de linten. Dus het was een mooi duel, maar op het laatste heb ik nog een keer geprobeerd boven. Dan kreeg ik een klein kloofje, maar ja, we zitten met een superieure Sven die geen moeilijk te kloppen is. Klaas van Tornhout, ik heb gehoord dat Sinterklaas voor jou sprintersbenen meebrengt. Dat is goed nieuws. Wow, sprinterbenen. Tegen zo iemand is het onbegonnen werk, denk ik. Ik denk dat iedereen er nu voor het ogenblik mag tegen sprinten. Ik zeg, het is zonde dat Sven zo sterk is. Het is gewoon outstanding. Bedankt, Klaas van Tornhout. Het is zonde dat hij zo sterk is. Zo zonde vinden we dat niet, want onze baas vindt dat fantastisch. 4-op-4-op-4. Voilà, Sven Nys. Ik had vandaag echt te maken met een hele sterke Klaas van Tornhout. En in de eerste momenten, toen hij weg was, had ik het niet direct gezien. Ik had mij veel meer geviseerd op Kevin en op Niels. Maar goed, ja, in één keer was hij weg en niemand pakte initiatief. En dat is niet van de gewoonte van mijn concurrenten, dus dan wist ik gewoon van... Ik denk dat ik best zelf initiatief neem, een keer testen in hoe lang ik Klaas nog kan terugpakken. En dat lukte eigenlijk vrij snel en dan heb ik onmiddellijk het gevoel gekregen van ik ben goed genoeg om tempo te maken. Ik ga niet te veel naar Klaas zien, gewoon mijn eigen koers rijden en als hij volgt dan zien we de laatste ronde wel. En dat lukte heel goed, maar ja, de laatste ronde, ik moet gewoon proberen in de laatste klim op kop te zitten en te demareren. Maar hij liep mij voorbij, ik kreeg een zetje en ik zat een klein beetje in het slijk, hè, waardoor ik mijn snelheid verloor. Ik dacht nu ook nog één kans als hij terug op zijn fiets springt. Maar er zat bij mij ook niet genoeg op om hem uit het wiel te rijden. Ik had het heel snel door. Ik moest zelf gaan zitten. Ik zat tegen mijn limiet. En dan heb ik nog wel een hele explosieve versnelling in huis in de spurt. En dat is mijn voordeel.
was daar duwen, een beetje trekken, een beetje duwen toch om elkaar niet in de weg te lopen. Dat er niets gebeurt zoals gisteren, waar je ook trouwens niks aan kon doen. Maar we kunnen het straks nog eens bekijken op het scherm hier naast ons. Ja, die winst, laat ons daar eens over hebben nog. Hoeveel deugd doet dat nog om de achtste keer te winnen in Gaveren? Ja, dat doet heel veel deugd. Het zijn de mooiste koersen van het jaar. Iedere keer opnieuw, als het veldritseizoen begint, dan zeggen ze ik wil de Koppenberg winnen, ik wil Zonhoven winnen, Aspergaveren. Ja, ik heb ze alle drie gewonnen. Dat had ik voor het seizoen absoluut niet durven dromen. En de manier waarop, op verschillende manieren, alleen binnenkomen, een paar keer in de spurt. Dus ik heb voor de moment alle facetten van de cross onder de knie. Ik ben blijkbaar een klein beetje explosiever nog als vorig jaar. En dat is heel belangrijk in de wetenschap als je naar de finish gaat. Dus ja, dat geeft mij enorm veel zelfvertrouwen. Ik hoef niet altijd weg te rijden. Had je het verwacht dat Klaas van Tornhout zo'n taaie klant ging zijn? Want die laatste beklimming was het toch even opletten, hè? Ja, het is opletten. Ik had niet verwacht dat hij mij daar ging proberen te passeren. En op het moment dat hij mij een duwtje geeft, zit ik helemaal in de modder. En verlies ik mijn snelheid. En dan moet ik even inhouden en wachten tot hij op de fiets springt. Maar dat kostte te veel kracht. Ik kon hem niet meer... Hij kon nog wel pareren, maar ik kon hem niet genoeg uit het weer om dat vol te houden aan de finish. Maar ik voelde wel gelijk van... Als ik aanzet op de laatste rechterlijn en er loopt niks mis met schakelen of uit de pedaal schieten, dan kan ik deze koers winnen. Wat voor een sterke renner ben je, wat voor een slimme renner ook. De eerste drie ronden bekijk je het even van op afstand en dan zeg je dit is het moment. Je voelt het perfect aan in dat moment. Ja, maar als je iets minder bent, dan denk je ook minder. En dan gaat je fouten maken, dan stuurt je verkeerd, dan neemt je de foute beslissing. En als je overschot hebt, dan gaat dat allemaal vanzelf. Dat heb je niet in de hand. Dus gewoon, je kan het veel meer controleren. Je kan praten met je mechaniekers. Je ziet de mensen langs de kant waar er een klein plaatsje is om een beetje meer grip te hebben. En als het slecht gaat, dan zweet je als een rund. Dan vloekt je op je eigen en dan krijg je nergens geen grip. Ken je dat gevoel nog? Ik ken zeker dat gevoel nog. En dat kan heel snel terugkomen. Ik ben daar mij terdege van bewust dat van vandaag op morgen het plotseling wat minder kan gaan. En dat is ook mijn sterkte, denk ik. Dat ik niet begin te zweven en dat ik besef dat het morgen weer maandag is, dat het weer werkendag is. En dat in Kokzijde ik weer misschien met een hele sterke Niels Albert zal te maken hebben. Dus attent blijven is de boodschap. Gisteren maak je het klassement weer spannend. Vandaag maak je het minder spannend. 8 punten voorsprong, is dat nog haalbaar voor Niels? Ja, maar er is absoluut niks gezegd in dit klassement. Ik zal waarschijnlijk mijn mening moeten herzien om toch wel het klassement proberen naar mij toe te trekken. Er komen nog hele mooie, belangrijke wedstrijden aan. Zeker de wedstrijd in Gieten is voor mij nog een hele belangrijke. De dag na Kokzijde. Meestal heb ik in Gieten altijd wel een vrij sterke tweede dag. Maar goed, attent blijven. En we zien wel dag per dag. En genieten van de momenten zoals vandaag. Geniet ervan. Dank u. Sven Nys. Ja, Sven Nys. 4 op 4. Op 4 dus. Goed. We zijn hier klaar met alles. Hè. De mensen zijn naar huis aan het gaan. Wij gaan dat dus langzaamaan doen. Maar volgende week zijn we uiteraard opnieuw. Volgende zondag superprestigewedstrijd in Gieten. Gieten ook een klassieker al heel lang in dit circuit. Dus zondag zijn we opnieuw bij. Vanaf 2:30 moet u afstemmen op 4. En dan ook in december zijn we nog 3 keer met de Schilderprijs in Antwerpen, met de cross in Leuven en op het einde van het jaar met de avondcross in Diegem voor de Hans Grohe superprestige. Mark, jij nog iets toe te voegen? Weinig. Hè. Alles is gezegd. Ik dank je voor je uitleg en je assistentie hier de hele dag. Ik dank Jan Wijnands en alle cameramensen. Kijkers, tot volgende week zondag.